Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Dutch Fight Podcast, episode 36. In je beeldscherm. Welkom terug. We zijn niet zo consistent de laatste tijd met de podcast, maar het komt helemaal goed. We proberen allemaal grote dingen te doen. Zoals jullie hebben gezien, we hebben de evenementen van Versus MMA hebben we opgenomen. En die staan bij ons op de website. Daar was onze focus even helemaal op. We komen ook de laatste tijd proberen zoveel mogelijk video-items uit te brengen om jullie te blijven entertainen en te informeren. Maar in dit geval, nu zijn we weer even terug. Jam-packed episode. Met vier vechters op de episode voor jullie speciaal. En we gaan niet te veel woorden verder hieraan vuil maken, want we hebben nog een lange episode te gaan. Dus ik introduceer jullie direct aan de eerste gast. En die is Danny Buwalda. Die vocht bij Versus MMA 3. Die heeft helaas een partij verloren via armbar. Die partij kan je ook terugzien op Dutch Fight Network YouTube page. Nou, met hem praten we natuurlijk over wie hij is om jullie te introduceren. En over zijn partij en natuurlijk ook zijn toekomst. Check it out. Nou, dames en heren. We zijn hier met amateur MMA vechter Danny Buwalda. Voor de eerste keer op de podcast. Hoe gaat het, man? Goed man, bedankt. Thanks for having me. Weet je, ik heb ernaar uitgekeken. En ja man, ik heb er zin in. Dus laten we lekker beginnen. Ja, het is mooi. Opstormend talent. Ik bedoel, die krijgt niet genoeg aandacht, vinden wij. En daarom zijn we er ook. Want we vinden dat we de spotlight moeten richten op iedereen in de game. En vooral de jongens die op en coming zijn. Je bent ook super actief bezig in de scene sinds je bent begonnen. Maar voordat we alles door alles heen gaan, je bent voor de eerste keer op de podcast. Wat we ook altijd iedereen vragen, de eerste guest is, we willen je leren kennen. Dus kan je jezelf eerst even voorstellen? Ja, nou, ik ben Danny Buwalda, ja, MMA-vechter. Racket 831 momenteel en aankomend talent. Ja, ik wil me graag gaan plaatsen als een van de opvolgers voor de UFC, Bellator, One Championship, overal waar kan man. We hebben in Nederland gewoon superveel talent. En ja, als we nu naar de top kijken, zie ik nog niet echt opvolgers helaas. Dus ja, ik wil me daar graag gaan plaatsen en meten op internationaal level. Dus ja, dat ben ik. Nou. Voor de rest werk ik als fysiotherapeut. Dus ik ben eigenlijk altijd bezig met sport, het lichaam, blessure. En het fascineert me gewoon wat wij als mensen kunnen. En ik denk dat, dat we meer kunnen dan dat heel veel mensen denken. En dat wil ik ook graag laten zien. Doop, man. Ook dat je ook dat ernaast doet eigenlijk, of dat je werk is. Hoe is MMA eigenlijk op je pad gekomen? Ja, dan gaan we echt ver terug. Ik kom eigenlijk uit een vechtersfamilie. Mijn vader die is tweede van Nederland met karate geweest. Die heeft op de Europese gestaan. Dus die is al van jongs een knokker geweest. Ja. En dat heb ik eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten gekregen. Start hij ook met karate? Ik ben volgens mij begonnen ergens met judo. En toen ben ik eigenlijk alles afgegaan, man. Dus ik ben een beetje richting het kickboksen gegaan. Dat is wel even geleden. Taijutsu heb ik gedaan. Een hoop wat mensen nu zouden zeggen, misschien fake martial arts. Maar ik ben gewoon altijd actief geweest. En mijn vader die heeft gewoon op een dag gezegd van, hey, mijn oude trainer die geeft daar en daar les, gaan we een keertje langs. En zodoende ben ik toen meegegaan. En toen kwam ik bij de legendarische Appie Echtot. Ik denk dat heel veel mensen die naam wel moeten kennen. Of, als je in de scene zit wel, ja. Die draait al lang mee in de game. Ja. Weet je, onder andere trainer geweest van Fedor.
Heeft Alistair ook onder zijn wing gehad. Heeft echt een hoop jongens onder de, ja, begeleid naar de top. Musashi bijvoorbeeld. Ja. Dus, maar ja, fijn. Ik kwam bij hem en ja, het sprak me gewoon zo aan. En sindsdien heb ik het eigenlijk nooit losgelaten. En, ja, sinds die dag eigenlijk ook gewoon twee keer per dag bezig. En ja, lekker aan de weg timmeren, man. Oh, je traint ook echt twee keer per dag? Zeker, zeker. Ik, I live this shit. Ik bloed MMA, man. Dat, ik ben alleen maar aan het trainen, eten, recoveren. En ja, daarbij werk ik natuurlijk. Dus dat is af en toe ja, moeilijk te combineren. Maar het lukt. Tot nu toe lukt het. En ik denk dat ik vrij succesvol ben ja, op de amateur scene. Dus, ja. Dus zo'n beetje. Want, wat was hetgene dan dat ground control de gym voor jou maakte? Ja, eigenlijk Appie. Appie is echt geniaal. Appie is echt geniaal. Voor de mensen die hem kennen, ja, je moet hem leren kennen. Appie die... Vertel de mensen die hem niet kennen, vertel ze. Wie is Appie? Wat is hetgene wat Appie maakt voor jou? Ja... Ja, moeilijk. Ik denk gewoon dat hij een geniale stijl heeft voor MMA. Ja. En daarbuiten is die super grappig. Maar ook gewoon heel strikt. En ja, ik denk dat we in de toekomst ook nog wel veel van Appie gaan horen. Ik vind ook het mooi, hij houdt zich op de achtergrond en hij is heel humble wat dat betreft. En dat een beetje, man. Het is, dat is het gewoon. Het is ook gewoon een character. Hij is heel moeilijk te omschrijven. Maar ja, geniale man. En een man ook met een goed hart. Gunt iedereen. En ja, ik train ook al jaren onder hem gratis. Mm-hmm. Dat is ook bijvoorbeeld een dingetje. Dus dat is gewoon echt puur liefde voor de sport. En ja, Appie is ook gewoon MMA. MMA en ook kampioen in alles geweest, hè, trouwens. Ja. Laat ik daar even teruggaan. Hij komt eigenlijk van het Pentjak Silat. Daar is hij wereldkampioen geweest, heel snel al. Ja. En toen is hij eigenlijk overgestapt naar karate. Ook gelijk wereldkampioen geworden. En in die tijd was het ook gewoon geen gewichtsklasse. Dus Appie is ongeveer 72 kilo, 73 kilo. En dan vocht hij tegen Hans Nijman en dat soort namen. Dus dat zijn echt grote gasten. Ja. En ja, hij maakte gewoon gehakt van iedereen. En dat is gewoon geweldig. Dat is gewoon geweldig. Ja. Zo'n kleine man in principe. En ja, zo'n killer. Dat is echt geweldig. Dat is echt geweldig. Ik weet niet of je zelf Appie persoonlijk kent? Persoonlijk ken ik hem niet. We hebben wel contact gehad via de app. Maar persoonlijk... Ik voel het vast dat ik hem wel heb ontmoet, maar niet dat ik me even meer kan heugen. Ja, ja. Ik heb te veel mensen in deze game ontmoet, dus... ja, ik snap het. Dus als ik je niet meerdere keren ontmoet... Ja, sowieso. We zijn nu ook even met hem aan het praten, want hij is natuurlijk ook van de nieuwe de bond die hij heeft opgestart. Klopt, de MAA, de Mixed Martial Arts Association. Precies, Nederland, en we gaan binnenkort ook eventjes met hem praten om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Want ja, koppelt eigenlijk direct ook mijn volgende vraag naar, want jij hebt ook aspiraties om naar de grote... evenementen te gaan, om het zo te zeggen. Maar de vraag is, kan je dat op Nederlandse bodem doen? Volledig op Nederlandse bodem, om het zo te zeggen. Ja, lastig. Er zijn gewoon wel een hoop dingen in Nederland die denk ik beter kunnen. Ja, er zijn gewoon een hoop bonden die zijn eigenlijk gewoon bezig met MMA organiseren. Terwijl ze in een kickboxbond zijn. En dat is gewoon appels en peren vergelijken. Ja. En dan kan je, ja, vind ik niet, jongens doorstomen op een internationaal gebied. We hebben pas sinds kort hebben de vechtsportautoriteit. En mogen we eigenlijk al sinds een paar jaar mogen we pas weer echt galas organiseren. Ik weet niet of je dat moet je wel weten natuurlijk. Ja. Dat de tijd verboden is in Nederland. Ja. Dus wij lopen gewoon wel achter. Vergeleken met bijvoorbeeld Rusland of de Oostbloklanden, die lopen gewoon wel ver voor op dat gebied. Maar ik denk zeker dat het mogelijk moet zijn.
En, ja, want kijk, Nederland die heeft in ieder geval talent. Dat weten we. We hebben het gezien in kickboksen. Maar op het gebied van MMA lijkt er toch nog een iets te ontbreken waardoor die doorstart niet komt of zoiets, om het zo te zeggen. En vandaar is, want je bent nu ook amateur, je hebt ook heel wat partijen nu als amateur gehad. Dat zie je meestal niet in MMA in Nederland. Er zijn jongens die ik heb gezien, die gewoon met hun debuut pro gingen vechten. Wat is de reden dat je van amateur naar pro gaat? En hoe lang wil jij nog amateur vechten? Ja, de reden is eigenlijk, wat ik net zei, we lopen gewoon wel achter, vind ik, op internationaal gebied. En als je gaat kijken naar, ik neem Rusland weer, omdat die het gewoon dag gaan staan, weet je. De Oostblok, ja, die jongens hebben gewoon al 30 partijen op straat voordat ze überhaupt een amateurpartij draaien. En ik zie zoveel jongens in Nederland die inderdaad, zoals je zegt, heel snel pro gaan. Ja. En dan komen ze zonder ervaring en dan moeten ze in één 3x5 draaien. En dan vechten ze in één uit. Ja, en dan moet je maar net onder die, kan je maar net met die druk om moeten gaan. En dat is een beetje de reden dat ik nog in amateur ben blijven hangen. Mm-hmm. Ik hoor van heel veel hoeken van, ja, wanneer ga je pro? Je bent ready. En ik denk op zich dat het nu ook zou kunnen. Maar ik wil me eerst nog eventjes op internationaal... wil ik me daar nog even gaan meten. Ik heb al een aantal internationale partijen gehad, dat wel. Maar ik wil me nog eventjes daar hoog plaatsen, dat mensen me gewoon herkennen en dan die overstap naar pro maken. Ik heb geen haast. Maar dat is ook de vraag, want op een gegeven moment ga je natuurlijk op amateur ook krijgen dat mensen zeggen, nee, je bent te goed of je hebt te veel gevochten, dus dan krijg je geen partijen. Dat hoor je ook vaak, dat mensen daarom naar pro gaan, omdat ze geen amateurpartijen krijgen. Maar wat is precies ready zijn dan? Want ik bedoel, in het kickboksen, dat is mijn belief dan. Het kickboksen is zo goed, omdat je hebt nieuweling, C, B, A. Je moet door een heel traject heen gaan, wil je aan de top komen te staan. Dus eigenlijk wordt het shit wordt uitgefilterd, om het zo te zeggen. In het kickbox of in het MMA, wanneer ben je ready? Wanneer is dat de stap? Is het gewoon wanneer je dat voelt of hoeveel wind je hebt? Of... Ja, dat is wel een beetje inderdaad een stukje gevoel, een stukje om je heen kijken, zien wat beginnende pro's zijn, wat het niveau daar is. Maar ik denk dat het niet moeilijk is om partijen te krijgen. Kijk, toen ik mijn vijfde partij draaide en ik was eigenlijk een guppie, heb ik ook partijen op amateur aangenomen tegen een jongen uit Tsjechië. Die was momenteel de amateurkampioen. Die jongen had 35 partijen gedraaid. Ja, weet je. Op amateur maakt je record toch nog niet zo heel veel uit. Kijk, voor mij, ik sta altijd 0-0. Of ik nou amateur, pro sta. Ik sta, iedere partij wil ik winnen, toch? En, op pro is het gewoon belangrijk dat je je record opbouwt. En dat is aan de ene kant jammer, vind ik, in het MMA. Want wat zegt een loss van 4 jaar geleden over je? Kijk, als je blijft ontwikkelen, moet dat geen probleem zijn. En dat is in MMA wel. Als je interessant wilt zijn voor een grote organisatie, moet je gewoon je record opbouwen. Mm-hmm. En ik vind gewoon dat je daarvoor wel een hoop ervaring moet hebben. En een hoop meegemaakt hebben. En dan gewoon die stap maken. Zodat je wel een mooi record kan bouwen. En I don't pick opponents. En ik wil gewoon tegen iedereen knokken. Maar je moet wel alles winnen. Ja. En als je begint met een pro-record van 2 losses. Dan wordt het gelijk al moeilijk om bij een grote organisatie te komen. Ja, er zijn jongens geweest die hun eerste 2 verloren hebben en toch ineens... Het kan, maar het wordt wel moeilijk. Ja, klopt. Het wordt moeilijker, ja. Ja. Daarover kunnen we dat direct even doorgaan, want je opende net, je zei dus je bent 8-3-1. Als mensen je gaan opzoeken en ze kijken op Tapology, daar sta je 3-4-1. Dit zei ik je off-air net ook al, van dit is iets... Wat we heel vaak meemaken, dat we gecontact worden door mensen die zeggen van ja, we hebben allemaal wins die niet geregistreerd staan. Wat wij altijd zeggen is oké, stuur alle bewijs op. En
dan proberen wij alles eraan te doen om dit te veranderen. Jij bent een van de weinigen, de enigste die alle bewijs gewoon in videomateriaal heeft opgestuurd voor me. Dat je daadwerkelijk 12 partijen gevochten hebt, waarvan je 8 gewonnen hebt, je hand ging omhoog. Wat gaat er precies fout in Nederland? Dat die 8, want je staat nu 3-4-1. Wanneer mensen jou opzoeken, denken ze, oh ja, 3-4-1. Maar daadwerkelijk ben je dus 8-3-1. Wat gaat er fout? Ja, ik denk dat we dan weer terugkomen bij al die verschillende bonden. Dat de registratie klopt niet. Mm. En daar gaat het eigenlijk fout. En we hebben gewoon ook echt een Nederlandse bond nodig voor het MMA. Die alles netjes registreert. En waar je alles gewoon opnieuw kan opzoeken. Maar kijk, voor mij maakt het niet uit. Als mensen mij met, ik weet niet wat je, 3-4-1 of zo. Mm. Als mensen mij opzoeken, denken ze, oh ja, kat in het bakkie, let's go. Dat is voor mij in principe een voordeel. Dus, klopt. Maar aan de andere kant, daar ben ik daarvan. Want ik hou gewoon van openheid, helderheid. Ik ook. Toen wij ook matchmaking deden voor WFL, MMA 1, 2 en 3. Kregen we ook heel vaak voor dat mensen zeiden van ja, ik ben 1-0. En dan kom je erachter dat die gast gewoon iets van 10 heeft gevochten of zoiets. Maar je matcht hem wel tegen iemand die ook 1-0 is. En dan kom je achteraf, dus erachter dat het een gigamismatch is. Betekent niet dat diegene dat niet aan zou nemen of zoiets, maar je creëert wel mismatches. En eigenlijk ook een illusie vind ik. Want iemand vecht dan bijvoorbeeld tegen jou en denkt, ja, die win ik wel. Er wordt gesloopt. Jeetje toch? Het helpt niemand eigenlijk, want jij ziet eruit. Jij ziet er dan sowieso beter uit. Maar wanneer ze erachter komen dat je een betere record hebt, dan lijkt het alsof jij de boel hebt belazerd. Diegene heeft dan weer een excuus van, ja, maar ik wist het niet. Weet of het creëert gewoon een ding eromheen, vind ik. Laat ik wel helder zijn, zeg maar. Ik geef wel altijd aan wat mijn record is, officieel. Dus in principe komt niemand zo, te staan tegen mij. Kijk, ik wil ook gewoon een uitdaging. Ik wil de sterke jongens. Ik heb al een aantal namen eigenlijk op mijn lijstje staan. Waar ik zelf heel trots op ben. Ik loop er niet mee te koop. Nee, maar dat is nice. Ja, maar het is wel iets wat mij verbaasde. Want toen ik die lijst van je doorkreeg en ik keek naar die video's, dacht ik ineens van, hey, wacht even, dat is Raymond. Wacht even, dat is Massaro Glunder. Oké, wacht eens even. Je hebt wel tegen namen gestaan die niet online staan. En het zijn geen kleine namen. Dus het laat wel zien dat je van een bepaalde level bent. En het laat ook zien, net als wat je net zegt, en dat wel bevestigt, je voor niemand uit de weg gaat. Je kiest je partijen niet uit. En dat laat dat wel zien. Dus dat, toch? Het is alleen maar eerlijk als dat online staat. Hey. Klopt. Maar ja, ik ben daar ook volledig voor, gewoon om daar helder in te zijn. Maar als dat door de bonden niet online wordt gegooid. Kijk, ik heb een aantal keer geprobeerd Tapology te bereiken en dat soort dingen. Maar ze zijn gewoon heel moeilijk te bereiken als vechter. En dat wordt dan lastig. Ja. Dan geef ik dat maar uit handen. En dan, ik heb al heel lang dat ik weet dat met Tapology online niet klopt. Maar ja, als er geen contact met me opgenomen wordt of als daar niet... Als daar geen helderheid in is, daar kan ik ook moeilijk wat aan doen. En voor mij is het ook, vind ik ook lastig. Want ja, ik loop een beetje onder de radar. Terwijl ik denk van ik bloed dit echt, weet je. Ik werk hier echt, ik werk hier gewoon echt heel hard voor. En ik denk dat mensen dat ook wel mogen weten. En zo zijn er een hoop jongens in Nederland die niet te koop lopen met dat ze vechten zijn. Of dat ze mooie winst hebben. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Melvin van Zuidam. Dat is mijn trainingsmaatje. Ja. Afgelopen WFL-kampioen ook. Die loopt eigenlijk ook niet te koop met wat hij allemaal bereikt heeft. Maar die jongen is, ik weet niet of je het weet, maar die is gewoon black belt in alles. Hè? Dat is echt bizar. Die jongen heeft een black belt BJJ, een black belt karate, een black belt judo. Ja. En wat mij betreft, als er worstelen zou zijn, zou hij ook een black belt in worstelen hebben. Dus, en ook hij loopt eigenlijk een beetje onder de radar. En dat vind ik gewoon heel zonde. Want die jongen, dat meen ik echt, die hoort gewoon,
Je hoort gewoon een kans te krijgen bij een grote organisatie. Hij is een topper, hij is een topper. Wij hebben het ook heel vaak over hem. Helemaal is hij bij ons vaak op de site, komt hij vaak voor. In de afgelopen 2 jaar zeker, omdat het gedoe tussen hem, WFL en Keita, van wat is daar aan de hand? En toen die triangle met Arthur Champagnac, wat bij LFL zal gebeuren van... en het is net als wat je zegt, hij staat er echt niet te koop mee. Toen we ook de welterweettoernooi hadden gestart bij WFL, toen hebben we natuurlijk veel contact gehad. Toen hebben we contact met Appie gehad, inderdaad. Over Melvin en ook over Niels van Noord tegen Dion Staring. Ja, klopt. Dat weet ik nog wel. Ja, nu komt het weer terug eigenlijk. Maar inderdaad, hele rustige jongen. Super aardig, super lief, behulpzaam. Echt, ik vind het ook echt een topper, inderdaad. Maar het is echt een voorbeeld, denk ik. Ja, het sowieso. Hele... En ik denk ook één. Niet omdat het mijn trainingsmaatje is, hè, want ik ben wel objectief in dat soort dingen. Maar ik denk dat hij gewoon wel echt een van de breedst ontwikkelde mixed martial artists is in Nederland. Zeker, en zeker op zijn gewicht. Ik ken heel weinig mensen die echt allround zijn. En hij kan gewoon echt alles. En dat vind ik zo gruwelijk aan hem. En kijk, er zijn een aantal geschillen geweest tussen, je noemde het al, WFL en Melvin en de management en Bababak. Daar ga ik voor de rest geen uitspraak over doen. Hij moet gewoon zelf een keertje een interview krijgen. Ja. En dan mag je zelf bepalen of je daar wat over wil uitlaten. Maar zeg maar, op die manier loopt hij ook kansen mis, omdat er dan verschillen zijn. En dat is gewoon zonde, want dat is politics. En we zijn aan het einde van de dag zijn we allemaal knokkers. En we zijn niet de politiek ingegaan. Dus ik helaas zijn we nu met de MMA in de, ik noem het de McGregor era. En dat is, dat is van als je geen grote bek hebt, dan kijken mensen niet. Maar aan de andere kant heb je ook weer, en dat heb ik daar weer gezien van de promoterskanten, zijn er jongens die nu MMA komen doen en die denken, oh, ik kan McGregor geld verdienen. Dat is van, nee, grap, zo zit het ook weer niet in elkaar. Het is niet alsof er hier ineens een bak met geld ligt. Ja, helaas niet. Helaas niet. Helaas niet, inderdaad. Laten we eerlijk zijn. Ja, ja. We hebben er allemaal gewoon een fulltime of parttime job bij. Dus dat... Kijk, maar het publiek mag ook weten. Wij als vechters moeten een hele hoop doen. Kijk, we zijn inderdaad vechters, maar we zijn ook entertainers. Ja. Maar buiten dat moeten we ook gewoon kaartjes verkopen. Hè? Want als je geen kaartjes verkoopt, ben je inderdaad niet interessant voor een promotor. Mag je de volgende keer niet komen vechten. Terwijl dan kan je een fucking gruwelijke vechter zijn. Maar dan word je gewoon geboycott. En dat hoort bij de McGregor-era. En tuurlijk moet je jezelf ook promoten. Maar ik denk niet dat het ten koste hoeft te gaan van andere vechters. Je mag trash talken op het moment als er echt wat is. En ik noem dat altijd truth talk, weet je. Ja. Als er echt wat gaande is tussen twee vechters, spreek het uit en vertel de waarheid. Maar elkaar echt de grond in boren, ja. Ik ben er niet zo van, maar... Ja. Kan het wel. Trust me, kan het wel. Ik kan er ook mensen de grond in boren, maar ik vind het niet nodig. En het vechten moet eigenlijk gewoon voor zichzelf spreken. Je stijl en wat je doet. Maar eigenlijk, nu ga je het eigenlijk direct... Je kopt eigenlijk mijn volgende vraag er direct in. Nu je dat zegt. Voor, hè? ja inderdaad. Nee, want wij hebben het er hiernaast... zijn we heen en weer aan het mailen over je record waar we het over hadden. Ik ben heen en weer aan het gaan met jouw team. Met het team van Senot. Ik ben de bonden nu aan het benaderen om te kijken wat er precies aan de hand is. Op jouw record staat op Tapology dat jij een loss hebt tegen Senol Yassitsi. Die kennen we allemaal ook, die is ook vaak op de podcast geweest. Maar in de video die jij mij hebt gestuurd, wordt jouw hand de lucht in gedaan als de winnaar. Daar is iets fout gegaan, of gaat er iets fout? Want ik bedoel, Senol kan niet een berichtje sturen naar Tapology en zeggen, hey, ik heb deze partij gewonnen, en dat zetten ze er gewoon op. Nee, een promotor of een bond, die moet hun contacten en de lijsten doorsturen en zij nemen dat over, om het zo te zeggen. Ja. Maar zoals ik net zei, ik hou van helderheid. Dus ik wil gewoon jouw kant gewoon wel
publiekelijk jouw kant van het verhaal laten horen. Ik zal dat ook aan hem vragen, zodat we twee kanten hebben. En uiteindelijk zal degene die het heeft geregistreerd, de bond, moeten laten weten wat er aan de hand is. En daarmee hoop ik ook gewoon helderheid te creëren. Maar ook bij de bonden, dat die dingen gewoon goed doorgegeven worden. Ja. Dus ja. Ja, we kunnen het kort, we kunnen het lang over hebben. Kijk, we hebben gewoon daar een main event gedraaid. We hebben een partij neergezet. En er waren in mijn opinie van tevoren al dingetjes dat ik dacht van ja, vind ik niet helemaal netjes gedaan, maar afijn. Dus wij knokken die partij en ik denk dat, dat we beide kunnen spreken. Kijk, MMA in een ring is gewoon drama. Laten we eerlijk zijn, is gewoon drama en moet gewoon eigenlijk niet eens kunnen. Ja. Weet je, dat je bijna de ring uitvalt zodra er een takedown valt. Dus daar waren wat geschillen over. Maar ik heb je de beelden natuurlijk ook gestuurd. Ik weet nog niet of je tijd hebt gehad om te zien. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik hem gewoon goed geëst heb. Ik had ook voor de rest, ik had geen schade en Senno uiteindelijk wel. Dus ik denk dat dat ook de doorslaggevende factor is geweest. Dat mijn hand omhoog ging. Maar vervolgens is het gala afgelopen en ga ik weg. En blijkbaar is zijn partij achteraf naar de scheidsrechter geweest. En toen heeft de scheidsrechter tegen hem gezegd, jij hebt toch gewonnen. Terwijl, dat kan helemaal niet. Huh? Je hebt scorekaarten nodig. Ja. Vervolgens, je hebt scorekaarten nodig, daar wint iemand op of daar verliest iemand op. Toch? Ja. Dan vervolgens kan je in appeal gaan, normaliter, als je pro bent. Dat kan op amateur eigenlijk helemaal niet. Maar fijn. Nee, daar gaat dan een andere jury overheen, een onafhankelijke jury, en die gaat dan bepalen van is er een fout gemaakt in het proces, in de score, en dat is er niet geweest. Sterker nog, er zijn niet één scorekaart, dat weet ik gewoon. Daarom was mijn vraag terug aan jou ook, er zijn geen punten afgetrokken, dat zie je duidelijk op beeld, mijn hand is omhoog gegaan. Als er wel punten afgetrokken zijn of de partij is omgedraaid, dan moet dat aantoonbaar zijn op de scoresheets. Dus laat ze de scoresheets maar omhoog halen. En ik weet al, die hebben ze niet, want die hadden ze daar ook niet. Dus dan kan je ze ook niet opslaan. En dan komen we weer terug op bonden die MMA gaan doen, terwijl die moeten helemaal geen MMA gaan doen. 90% daar was ook kickbox. Dus ik snap ook niet wat er eigenlijk aan MMA gedaan werd. Dus dat, dat is eigenlijk mijn kant van het verhaal. En zover ik weet, ben ik dan ook gewoon de winnaar en heeft de tegenpartij dat gewoon te nemen. Maar ook daar waren wat politieke geschillen in. En zijn headcoach is een naam in MMA Nederland. Mm-hmm. Dus ik weet niet wat daar met de bond of daar over gehad is of iets. Maar ik wist helemaal van niks. En het is dat ik het op Tapology zag dat ik denk van dit klopt niet. Mm-hmm. Maar ik heb geen nodes gehad van de bond, niet van de tegenpartij. Ja, dan houdt het voor mij ook een beetje op, weet je. Van dan kan ik er ook niks aan doen. Maar daarom, wij stellen gewoon de vraag van, hey, wat is hier gebeurd? Want we krijgen twee tegenstrijdige dingen. En normaal als je een verhaal krijgt dat het online staat, hij heeft gewonnen. En jij zegt gewoon, nee, ik heb het gewonnen. Ja, daar doen we natuurlijk niks mee. Maar wanneer je inderdaad een hele partij toegestuurd krijgt, dan zeggen we, oké, dit betwisten, is toch? Want er wordt gezegd dat ik vals speel. En dat vind ik wel gewoon, dat vind ik gek. Weet je, ik vals speel, toon het aan. En ik weet precies waar ze op doelen. Want er is een andere partij online van mij, waarbij ik in guard omhoog kom en accidental headbutt geef eigenlijk. Mm-hmm. Dus ze probeerden het op die boot te gooien van die jongen speelt vals, maar maar dat is een andere partij of die partij tegen Senno dat gebeurde? Nee, dat is een andere partij geweest. Oké, dus, maar wat heeft dat dan te maken met deze partij? Ja, omdat dat dan gezien wordt, hè, van die jongen speelt vals, het gebeurt vaker. Terwijl het is een incident geweest dat ik een accidental headbutt geef. En dat staat eigenlijk los van deze partij, maar ik weet dat het daarop gegooid is. En dat is eigenlijk het verhaal. En voor de rest,
we hebben ieder geval... Het is in mijn pass. Let's go. Hij zit op mijn gewicht. Ik heb hem toen ook al gezegd. Ik zei hem in de ring. Ik zeg, laten we gewoon een rematch doen. Partij was close. Ik heb hem geëdged. Mijn hand ging omhoog. Laten we gewoon een rematch doen. En die is nooit gekomen. En toen is hij pro gegaan. Misschien zie ik hem in de pro-regio. Ik ben altijd ready. Ik ga niemand uit de weg. Niemand. Niemand niet. Je kan ook gewoon zelf praten de hele tijd. Want het is ook met mijn volgende vraag. ik heb dat natuurlijk ook vanuit hun kamp gehoord. Van oké, laten we dan op pro die rematch doen. Hoe sta jij daar tegenover? Of denk jij dat je hem sowieso tegenkomt? Maakt het je niet uit? Of zie je dat wel wanneer je pro bent? Ik ben altijd ready, man. En ik ga niemand uit de weg. Dus ook zo'n partij zou ik niet uit de weg willen gaan. Ik denk wel dat hij aan bepaalde aspecten van zijn game mag gaan werken dan. Als hij denkt voor mij te kunnen winnen. Let's do it, man. Ik weet, hij heeft niets van 4 partijen gedraaid. Doet het niet heel verkeerd, al is het helaas... Dat zeg ik wel even. Helaas, aan zijn record is niet helemaal te zien. Volgens mij staat hij 2-2 of 3-2 of iets in die richting. Terwijl, hij heeft wel kwaliteiten. Ik ben daar wel eerlijk in. Hij heeft wel kwaliteiten. Ik denk dat het een leuke match kan worden. Maar ik denk dat het voornamelijk leuk voor mij gaat worden. Omdat ik wel denk dat ik de betere allround vechter ben. Ja. En dat zeg ik niet om arrogant te zijn. Dat zeg ik gewoon uit vertrouwen van... Ik weet, skills. I put in the work. Als je als vechter dat niet zegt, dan is er ook iets mis. Dus, dat denk ik. Je hoort dat te moeten denken, vind ik dan weer. Maar goed, wij zullen hem zelf ook contacten, zijn kant van het verhaal laten horen. Hiermee hopen een beetje buzz te creëren, zodat de bonden wat van zich laten horen. En mochten jullie elkaar tegenkomen in de future, dan hebben we een mooie storyline om op te bouwen. Ja, dat denk ik ook. En daarom, ik denk dat we dan dan kunnen we een hele leuke persconferentie neerzetten. En er zit wat, alleen op dit moment hij is pro, ik ben amateur. Weet je, ik heb mijn ogen op andere dingen, ik heb mijn pijl op andere dingen gericht. En of hij nou in de toekomst langs mij komt of niet. I don't care, man. Ik ben hier gewoon om de beste te zijn. En om ergens aan de top te komen. En we will see, man. We zien wel wat er in de toekomst gaat komen. Laten we dan eventjes gaan naar 2 weekenden geleden. Want je vocht, je bent nu een frequente vechter bij de nieuwe organisatie Versus MMA. Je vocht ook... je stond op de kaart. En ineens was je main event. Hoe was dat? Ja, heel eerlijk. Ja. Same shit, different... zeggen ze dat nou? Same shit, different toilet. Het is leuk, het is een eer. Laat ik dat wel zeggen. Het is een eer om main event te zijn. Maar aan het eind van de dag is het gewoon... Wanneer vecht je? En that's it. Dat geeft dus geen extra pressure voor jou? Nee, voor mij niet. Ik ben al een aantal keer main event geweest. En ik zie het wel als een eer hoor, daar niet van. Ja. Maar er vielen een paar partijen uit. En het hoorde ik eigenlijk op de dag van, je bent main event. Nou ja, let's go, let's roll with it. En het is alleen jammer dat, dat ik niet meer heb kunnen laten zien dan dat ik heb laten zien. Maar, het was inderdaad, zoals je zegt, het was een snelle partij dat je gesubmit werd. Wat ging er vanuit jouw opzicht, wat ging er fout? Ik denk dat ik was gretig, man. Ik rook bloed. Ik rook echt bloed. Ik was gewoon, ik was uit op een finish. En ik denk ook dat ik wel een overhand was. En ik kom deels ongelukkig neer. Ik maak een klein foutje. En hij secured die armbar. En gewoon goed van hem. Goed van hem. Meer kan ik niet zeggen. Ik denk wel dat het beste is wat hem overkomen zou zijn in die partij. Want ik denk dat ik gewoon de betere vechter allround ben. Of in ieder geval meer allround dan hem. En het is gewoon zonde dat ik niet meer heb kunnen laten zien.
in zo'n main event. Dat is het enige. Ja, ach ja, ja. Het is ook niet erg om het zo te zeggen, want het was ook geen slechte jongen om het zo te zeggen. Ik had hem ook even opgezocht. Die zit ook al even in de game. En volgens mij voor het nationale Belgische team ook gevochten. Dus achteraf, toen het de main event was, dacht ik ook van oké, dit is een waardige main event. Ja. Zeker ook naar je partij te hebben gezien tegen die Steven Sehu. Bij ja. First MMA 2. First MMA 2 was volgens mij. Klopt. Dat was iets van 3 weken ervoor. Dus ik was lekker actief bezig. Ja. Precies. Maar niet alleen dat. Als we ook kijken gewoon naar je record. Je bent sowieso een super actieve vechter. Komt dat door je fysio background dat je zo actief als MMA vechter kan zijn? Want meestal zie je dat alleen bij kickboxers, niet bij MMA vechters. Nee, het is gewoon omdat ik het heel graag wil. Ik plan mijn hele leven rond MMA, man. En dat, ik denk dat een hoop jongens dat onderschatten. En er zijn wel jongens die zeggen, ja, ik train veel. Of als zeggen ze, ik train 3-4 keer per dag. Kijk, ik ben gewoon kwalitatief constant al jaren bezig. Ik ben echt al jaren bezig. En ik train 's ochtends, ik werk, kom terug. Ik train, ik onderhoud ook nog een relatie met mijn vriendin bij. Ik probeer alle balletjes hoog te houden. En, en voor de rest alleen maar gaan, man. Gaan. Want iedere stap, of ieder gevecht is gewoon een stap dichter bij mijn goal. Dus, en het is natuurlijk ook gewoon kicken, hè? Laten we eerlijk zijn. Tuurlijk. Het is super verslavend om gewoon om die kooi binnen te stappen en jezelf te meten, man. Het is gewoon iedere keer een mooi meetpunt. Ja. Wanneer kun je daar weer in de kooi verwachten? Er komt wat moois aan begin december. Ik kan er nog niet te veel over uitlaten. Maar... Oh. Er komt wel wat groots aan, dat moet ik wel zeggen. Het gaat op internationale basis en ik denk dat ik daar een heel mooi spot kan, de spotlight op mij kan zetten en een mooie spot kan overwinnen op die stage. Dus, maar dat gaan we dan zien. Kan je wel loslaten welk land het gaat zijn? Dat verandert nu met COVID nog wel eens. Dus ik wil geen dingen zeggen waar ik dan later op terug moet komen. Ja. Nou ja, in ieder geval. Dat wilde ik nog vragen voordat ik het afrond. Je sprak over, oké, je bent vechter, je moet veel ballen juggelen, je bent ook een entertainer. Dat is terug te zien in je entrance naar de ring. Wat gebeurt daar elke keer? Ik geniet er elke keer van. Ik vind het echt superleuk. Dus wat gaat er allemaal door je heen? Goed om te horen, man. Dat, dat is gewoon mijn moment, man. Dat is... dan voel ik me echt vrij. Dan komt Danny naar buiten. En dan... voor de mensen die het nog niet gezien hebben, ik gooi wat moves. ik bounce lekker op mijn muziek en ik kom echt lekker in mijn groove. En ik denk dat je dat ook terugziet in mijn gevechten. Ik ben echt aan het dansen. Zoals Muhammad Ali zegt, fly like a butterfly, sting like a bee. Dat is een beetje wat je daar terugziet. Ook een stukje entertainment is het daar. Maar ik doe het eigenlijk voor mezelf. En ik hoor het achteraf ook altijd terug dat mensen het tof vinden. Ja. En ik kom gewoon helemaal in mijn zone daarmee. En, relaxed het je ook als je dat doet? Want meestal zijn mensen heel tens voor ze natuurlijk gaan vechten met iemand. Kalmeert dat kijk, je ik, ook? Ik heb dat in het begin gehad. Dat ik tens was. En, maar eerlijk, ik voel niet zoveel, man. Ik voel niet zoveel. Ik weet wat ik kan en ik kom op en dan ben ik eigenlijk heel rustig. En ik denk dat ook wel het verschil tussen mij en andere vechters maken. Andere vechters die zie ik zichzelf opfokken en gaan. En ik kan gewoon mezelf daar zijn. Dat is eigenlijk. Dat is mooi, maar ik vind het leuk ook om te zien. Ja, ik vind het zelf leuk om te zien. Doet me ook een beetje denken aan Vintage Victor Kuku. Die dansend de kooi zo inging. Koekoe is de reden waardoor ik MMA heb leren kennen. En dat kwam door zijn dans. Want we waren toevallig in Suriname. Hij kwam op en hij heeft de hele show gestolen met zijn dansende opkomst.
dat iedereen dacht van, hey, wie is deze gast? En toen sloeg hij die gast toevallig met een flying knee knockout in de eerste 10 seconden. Dus toen was iedereen helemaal lijp. En toen had ik iets van, hey, maar hij sloeg door op de grond. We zijn op een kickboxgala. Van, iets klopt niet. En zo heb ik MMA leren kennen en ben ik daar helemaal ingerold. Dus het brengt mij helemaal terug en ik vind het gewoon dope om te zien. Maar, lachen, man. Ja, het is ook wel een figuur, Koekoe. Ja, figuur. Ja, man. Echt een figuur. Ik ken hem persoonlijk ook. Ik ken hem persoonlijk ook. Dus, Oké, dope. Dat is echt een figuur. Ja. Nee, maar in ieder geval, dank je wel voor je tijd. Hou ons sowieso op de hoogte met wat je volgende partij is, want dat gaan we dan zeker overal bekendmaken. En wilde je nog wat zeggen? Want je hebt een dope t-shirt aan ook. Met je naam erop. Ja, man. Volgens mij komt er ook wat merch uit, hè? Klopt. Ik had al een klein beetje laten doorschemeren. Maar ik ga er even voor staan, hoor. Want dan kun je zien wat het een beetje wordt. Het is nog niet helemaal af. Maar zoals je ziet, dat ben ik. Dat heeft mijn vriendin, die heeft mij getekend toen ik in Tsjechië stond. Er staat ook een foto van mij op mijn Instagram. Check mijn Instagram sowieso eventjes, hè. Volg me en stop het ergens daar of in een link of whatever wat je doet, Ian. Ja. De achterkant staat er ook wat moois, weet je. De jongens tegen wie ik gestaan heb. En, sick. Je record, je fight record. Dus het is een evolving t-shirt, om het zo te zeggen. Ja, man. Het is nu gewoon een stukje ik. Ik heb hem ook zelf ontworpen. We zijn dan met een aantal jongens natuurlijk de omgeving, maar zelf ontworpen. En het is een stukje van mij dat ik terug wil geven aan de fans. Want we hebben altijd een hele grote groep mee. En daar ben ik sowieso dankbaar. En ja, man. Ze komen in ieder geval binnenkort uit. Dan dat zullen we op mijn Instagram zien. Gewoon via mijn Instagram, man. Dus check mijn Instagram wanneer ze uit zijn. Stuur me een DM'tje. En dan hoor je meer, man. Komt helemaal goed, jongen. Hou deze man in de gaten. En sowieso zie je bij ons op Dutch Fight Network ook alles erover. Wil je wat vinden? De gecorrigeerde record staat daarop. En natuurlijk houden we iedereen ook op de hoogte wat pending is met de hele channel gebeuren. Ja. Thanks voor je tijd, man. Ja, jij ook bedankt. En, we spreken elkaar nou weer. Leuk, man. Ik hoop dat we het snel weer opnieuw kunnen doen. En wat ik ook nog even wou zeggen. Oh, ja. Ik heb natuurlijk ook, ik weet niet of veel mensen dat weten, maar ik heb ook een broertje die vecht, man. Kevin Buwalda. En hij is gruwelijk, man. Hij is echt gruwelijk. Dus, moet hij binnenkort vechten dan? Maar hij zou eigenlijk ook bij Versus vechten, hè? Klopt. Hij heeft te maken gehad met een aantal blessures, dus dat is, dat is lastig. Ik kan voor de rest nog niet zeggen wanneer hij weer in actie komt, maar als mijn broertje vecht, is altijd spektakel, man. Google zijn naam, maar hij destroyed mensen. Dat is leuk om te zien. Dus, het is niet alleen Danny Buwalda, maar ook Kevin Buwalda. Je pa ook, dus het is gewoon de Buwalda legacy, om het zo te zeggen. Ja, maar het zit in mijn bloed, man. Het zit echt in mijn bloed. Dus dat is vet. Dope, man. We blijven jullie in de gaten houden. Thanks voor je tijd, man. Yes, heel bedankt, man. Dankjewel, Danny Buwalda, voor je tijd. Echt dope om al die insights te horen. Jullie weten het, wij vinden dat soort dingen allemaal helemaal geweldig. We gaan nu over naar de volgende gast. Hij heeft nog geen MMA-partij gevochten, was wel een voormalige kickbokser. Hij zou eigenlijk zijn debuut hebben gemaakt bij WFL, WFL versus MMA 3. Tegen Santiago. Maar dat is helaas door COVID niet doorgegaan. Hij zit nu wel te loeren om wel weer zijn comeback te maken. Hoogstwaarschijnlijk bij WFL. Als het doorgaat met de nieuwe reglementen, weten we allemaal niet. In ieder geval hier het interview met Burak Yılgın. Oké, dames en heren. We zijn hier op de podcast natuurlijk. Met een MMA-debutant of iemand die zijn MMA-debuut gaat maken binnenkort. Burkan Yılgın. Alles goed? Burak Yılgın, hè? Burak. Oh, Burak. Ah ja, ik lees het gewoon verkeerd. Burak Yılgın. Alles goed, man? Ja, man. Net gedaan met werken. Ik heb twee banen, dus
Naast mijn MMA-carrière ben ik ook een werklustende man. Ja. Werken is belangrijk natuurlijk. Geld nodig. Dus, ja. En wat doe je dan voor werk? Ik werk part-time bij de McDonald's. Ja. En tijdens de weekend werk ik bij de pizzeria in Antwerpen. Ah, nice, 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 nice. En daartussendoor vind je al je tijd nog om te trainen? Ja, natuurlijk. Ja, ik ben een jonge man. Ik heb veel energie. Dus het is de wil die mij motiveert. Dus, Nice, goed man. Hey, maar voor iedereen die voor de eerste keer op de podcast is, vragen we diegene af om zichzelf even voor te stellen. Dus zou je even jezelf kunnen voorstellen? Wie ben je? Mijn naam is Burak Ilgin. Ik ben 23 jaar oud. Ik ben van België, Antwerpen. Ik ben een voormalig A-klasse kickboxer. Ik heb al 4 jaar geen wedstrijden gevochten. Ik heb me volledig voorbereid voor mijn MMA-debuut. Dat wordt een pro-MMA-debuut. Dat is de grootste doel in mijn leven momenteel. Oké, dope man. Ik zie ook op je Facebookpagina staat er dat je een vechtkunstenaar bent. Wat houdt dat precies in? Nou, ik weet niet hoeveel mensen deze podcast gaan kijken, maar ik ga gewoon zeggen wat ik voel hier. Ja, elk vechter heeft zijn eigen vechtstijl. Dus zijn eigen kunstwerk. Je hebt kunstwerken die miljoenen waard zijn en kunstwerken die helemaal geen waarde hebben. En hoe groter de kunstwerk, hoe groter de kunstenaar. En mijn vechtstijl is geweldig. Ik heb 47 wedstrijden in een kickbox, alleen 3 verloren. Dus ik heb heel veel wedstrijden gewonnen. Dus vechtstijl is zo moeilijk te winnen dat ik mijn vechtstijl een kunstwerk noem. En dat ik eigenlijk een vechtkunstenaar ben met vechten. Je grootste wapens zijn je hersenen, dan je ogen, niet je handen en vuisten. Je hebt een gezonde verstand nodig. Het is niet zomaar van agressie zijn. Nee, je doet het bij je hersenen. Ja. Maar je hebt zoveel kickboxgevechten gevochten. Wat is de reden dan dat je die switch naar MMA wil maken? Heel simpel, geld. Heb je... hoezo dat dan? Heb je het idee dan dat er... Niet alleen het geld, hè. Mm-hmm. Niet alleen het geld, maar je moet ook met het trend een beetje meegaan. Kickboksen is al sinds 2014, 15 niet meer zo groot. Je hebt alleen Infusion en Glory. Maar ja, Infusion is voor mijn organisatie waar... 2 jongens van Nederland tegen elkaar vechten, van Rotterdam en Amsterdam, en de winnaar wordt wereldkampioen. Ja, waar slaat dat op? Wil je de beste worden, dan moet je naar Filipijnen gaan, naar Amerika gaan. En bij MMA is dat mogelijk. Bij MMA kun je sneller groeien. Ik kan heel snel groeien. Ik zie mezelf na 3-4 pro-partijen al direct bij de UFC vechten. Oh, hoe wil je dat voor elkaar krijgen? Dat is hoe je wedstrijd vecht natuurlijk. Hè? Ja. Als je tegenstander 15 minuten vasthoudt, of als je een slechte vechtstijl hebt, gaat dat lukken. Maar als je entertainer bent en je slaagt ze snel knock-out, zoals mij, zoals ik het doe, en als je veel praat, groot praat en achter staat en het maakt, dan is het altijd een kans om zo snel mogelijk de top te bereiken. Zeker bij mijn gewichtklasse, bij de flyweight division. Ja. Er zijn heel weinig mannen op de 57 kilogram, dus je kunt sneller groeien. Zeker. Ja, want je geeft dat net aan, inderdaad, er zijn 2 grote organisaties, dat is Infusion en Glory. Waren die op je pad voordat je besloot om naar MMA te gaan? Infusion wel, ja. 4 jaar geleden, toen was ik 18 jaar, Infusion wel. En maar heb je daar ook gevochten? Eenmaal. Ah, oké. Maar het was dus niet interessant genoeg om door te blijven gaan daarin? Nee. Oké, ja, je zei net zelf ook, want dat was ook een vraag die ik had, van hoezo de switch naar MMA? Je zegt dat dat ook een beetje de trend begint te worden. Denk je dat het ook zo is met je mede kickbox-collega's, om het zo te zeggen? Want je ziet het heel vaak gebeuren, net als laatst. Jason Wilnes, die is overgestapt naar MMA. Groenhart, die is overgestapt naar MMA. Ik zal het zo zeggen, hè. Sommige mensen zien het na 10 jaar. En mensen zoals Burak Ilgin zien het al op in 18 jaar. Ja, zo kan je het ook zeggen. Je gaf net ook aan, je hebt 4 jaar niet gevochten. Is dat specifiek geweest om het MMA te trainen? Of dat is gewoon hoe het is verlopen? Wanneer je 18 jaar bent, ben je net gedaan met school. Je gaat ofwel verder studeren of je hebt geld nodig. Dus de bedoeling is je leven in balans brengen.
geld hebben, een beetje je leven oppakken en dan volledig focus op vechten. En dat is mijn geluk, dus ik kan me volledig focussen op mijn vechtcarrière. Ja, en, en dan moet ik me dan voorstellen dat je in die 4 jaar dus dan gewoon zwaar op de grond hebt getraind, om het zo te zeggen. Heel veel mensen denken dat ik een thaiboxer ben, maar ik ben een hele goede worstelaar. Hele goede worstelaar. En je kunt niet zomaar submissions bij mij doen. Dus heel veel tegenstanders denken dat ik staand ga vechten, maar als ik op de grond wil vechten, dan haal ik je neer en probeer ik zo lang mogelijk op je te blijven. Dus ik ben een heel goede worstelaar, maar ik heb het nu kunnen laten zien. 2 weken geleden moest ik vechten tegen Santiago Kiriatove, voorzitter van Atlas MMA. En dat is een grondvechter. En ik wou eigenlijk echt laten zien van, dat is een grondvechter en dat ik hem ook op de grond kan pakken. En daar ben ik zeker van. Ben je ook van teams moeten switchen om je meer naar MMA te gaan richten, om het zo te zeggen? Of ben je gewoon kunnen blijven waar je was? Nee, ik ben aan een andere MMA-club overgestapt. Ik heb daar wat getraind. En dan heb ik nog een MMA-club geswitcht bij Kurt Verschuren. En nu ben ik daar en ik voel me daar heel goed. Ja, je gaf het net ook inderdaad zelf aan. Je zou inderdaad hebben gevochten bij Versus MMA 3. Ja. Hoe is die partij op je pad gekomen? Was je aan het vissen naar partijen? Eigenlijk zo wel. En jongens op mijn gewicht zijn altijd internationaal. Dus er kwam toevallig iemand tegen. En hij neemde die partij aan, dus Santiago neemde die partij aan. Ik was heel blij, hij heeft hard getraind. Ik zag dat wel op zijn foto's. Ik zelf heb ook hard getraind. Hij heeft woensdag afgebeld, hij had coronavirus. Ah. Dus ik kreeg een ander tegenstander op vrijdag. Iemand van Roemenië. En die daagde dus niet op. Dus 2 tegenstanders in 3 dagen. Ik ben wel vrijdag gaan wegen op 57 kilo. Ik ben gaan afvallen, ik heb hard getraind, maar ik heb niet kunnen vechten, spijtig. Geen tegenstander. Wat doet dat met je dan? Wanneer je daar staat en diegene komt gewoon niet opdagen. Dat hoor je eigenlijk niet vaak. Bij mij is het van, allee, ik ben een jongen die veel praat, groot praat. En je moet het ook laten zien. Je maakt veel reclame op social media. Iedereen in Antwerpen vraagt naar mijn wedstrijd. Maar als hij dan niet vecht, ja, dan is het toch een beetje irritant natuurlijk. Hè? Klopt, ja. Ja, maar wat doe je dan? Wanneer je dan hoort, oké, je vechter is niet op komen dagen. Ik heb mijn teamgenoten gespotten. Wij gingen met 4 vechters. 3 gewonnen, 1 verloren. Dus mijn team gewoon spotten. Ja, meer kunnen niet doen. Hè. Ja, nou, wat een rollercoaster moet dat geweest zijn. Want als ik me goed kan herinneren, was het een gewone fight. Co-main event. Main event. Tot naar cancelen. Ja. Ja, daar gaat je debuut dan. En op een grote gala, een MMA-debuut toe met heel veel mensen die grote connecties hebben. Ja. Dus het was echt het moment van, het gaat gebeuren en dan gebeurt het niet. Dus, ja, maar komt goed. Ja, tuurlijk, want het is niet het einde om het zo te zeggen. Er zijn nog genoeg galas, vooral in deze periode zijn er genoeg galas om weer terug te keren. Is de partij tegen Santiago nog een partij die up and coming is? Of is dat klaar? Bij mij is dat, ik vecht tegen iedereen in de flyweight division. Dus ik ben niet gefocust op Santiago. Misschien is Santiago gefocust op mij. Want als Santiago wilt vechten, voor Santiago, ik hoef geen trainingskamp. Ik maak de gewicht heel makkelijk. Ik ben elke week klaar om tegen Santiago te vechten. En ik heb geen 8 weken training nodig voor Santiago. Ik heb geen 8 weken training nodig voor geen één flyweight vechter in België en Nederland. Ik ben UFC level en dat wil ik laten zien. Hopelijk zo snel mogelijk. Ja, want dat is dan de volgende vraag dan. Van, is er al een volgende date op de planning? Hopelijk in december. Ja. Bij WFL. Oh, maar meer weet ik niet. Meer weet ik niet. Oké, dus je hebt ook nog geen tegenstander. We hebben zelf ook nog niks aangekondigd dat het gaat, maar dat evenement is wel zeker. Hopelijk, ja. Niemand wil last minute tegen mij vechten.
En je hebt ook mensen die na een lange trainingschap ook niet tegen mij willen vechten. Dat gebeurt ook bij thaiboxen en zo. Dus, maar het komt wel goed. We vinden wel een weg. Ik wou eigenlijk 2 weken geleden vechten. Ja. Zodat de mensen met grote connecties mij hierbij konden helpen. Want we hebben hier een wedstrijd, daar een wedstrijd. Maar als je groot praat, maar geen wedstrijd zet, want de wedstrijd was geannuleerd, ja. Ze twijfelen in me, ze vertrouwen me nog niet. En dat is normaal, want ik weet wie ik ben, maar jij weet niet wie ik ben. Of de kijkers weten niet wie ik ben. Dus ik moet het laten zien. Ja. En hopelijk krijg ik die kans en dan wordt de rest makkelijker. Nou, dat is tof. Want kijk, dat is het ook vaak met kickboksen. Heel vaak zijn gevechten zijn niet terug te vinden. Waar kunnen mensen jouw gevechten zien? Om in ieder geval een taste te krijgen van wie ben jij in de ring? Ik had vroeger veel wedstrijden op YouTube, maar ik heb er nu al mijn wedstrijden op mijn kanaal verwijderd. Dus ik heb wel een paar wedstrijden tegen bijvoorbeeld de Nederlands kampioen Dimanjo Jano. Mm-hmm. Als u dat kent. Ik was toen 17 jaar, A-klasse. En ik vocht toen tegen Dimanjo. Dus ik heb die wedstrijd wel verloren. Close fight. Dat kun je vinden. Ik heb tegen wereldkampioen Daniel McCowan gevochten. In 2015. Dat is al 7 jaar geleden. Dat was toen was ik 16 jaar. A-klas. Ik had een heel grote jeugd. Carrière, waardoor ik snel in de A-klas stapte. Hoe oud was je dan toen je begon? Mijn jeugdpartij, 9. Wow, zo vroeg. Hoe zou die beslissing om zo vroeg te vechten dan? Ja, ik heb een gekke vader. En daarin ben je dan zo doorgerold, om het zo te zeggen. Ja, klopt. Ik was 18 jaar bij mijn laatste wedstrijd. Mm-hmm. Ik was toen een jongen, nu ben ik 22, dus 23. Dus ik ben 10 keer beter dan 4 jaar geleden. Oh, sick man. Nou, wat kunnen we allemaal van jou verwachten? Jij mag het beeld nu voor ons gaan schetsen. Jij gaat in december hopelijk gewoon vechten bij WFL MMA. Vertel de vechters, vertel de mensen. Wat kunnen wij verwachten? Knockout. Maar geen technisch knockout. Gewoon laten slapen. je weet dat nooit natuurlijk, die vraag. Als de tegenstander een goede gest is, dat kan op punten zijn, maar ik weet zeker als ik ga vechten, dat ik ga winnen. Of het een knockout is, een submission of op punten. Ik weet dat ik ga winnen bij mijn volgende wedstrijd. Dat is super dope, man. Hey, dan wil ik... Je bent echt super snel door mijn vragen heen gegaan. Dus dank je wel, ja. Ik wil in ieder geval bedanken sowieso voor je tijd. Mocht je weten dat je gevecht daadwerkelijk plaats gaat vinden, laat het weten, want wij zullen daar sowieso reclame voor maken. En als het goed is, zullen we er ook zelf bij zijn. Dus keep us posted. Laat mensen weten nog waar ze jou kunnen vinden. Je Instagram, je Facebook. Laat mensen weten waar ze je kunnen vinden. Instagram is Sugar Burak. Facebook is Burak Ilgin. En TikTok ook Sugar Burak. Dus je kunt me vinden. Is goed, man. Ik wens je sowieso succes voor je volgende partij. En hopelijk zijn we er zelf ook bij. Dan zien we je weer. U bedankt, chef. Bedankt voor deze kans. Is goed, maar geen probleem. Werk ze nog, hè? Dank je. Dank je wel, Burak, voor je tijd. En sowieso, werk ze nog. We gaan direct over naar de volgende gast op de podcast. Is een heavyweight / light heavyweight. Hij is de laatste tijd vaak bij ons op de website te zien, want die man die vecht heeft sinds juli 3 partijen gevochten, gaat nu nog zijn 4e partij vechten. Uitkomende voor Jim Haarlem, Mohamed Amine. We hebben een debutant op de podcast. Dit keer is het een van de weinige heavyweights uit Nederland. Voordat we gaan beginnen, introduceer jezelf eventjes. Ik ben Mohamed Amin, a.k.a. Momin. Ik ben 24 jaar.
nu ook MMA-vechter. Mijn kickboxer is een MMA-vechter. En ik vecht min 93 in zwaargewicht. Yes, yes. Dat ben ik. Ja, klopt. Je gaat heen en weer in gewichten. Dat hebben we inderdaad gezien. Ja, klopt. Op Facebook staat er, je bent een Pokémon trainer. Wat ja, houdt dat precies hart in? En nieren. wat het inhoudt, ja. Ik ben eigenlijk best wel een grote Pokémon-fan. En als ik anime fan, ben ik een grote Pokémon-fan. En ja, ik speel best wel veel met DS. Ik speel op de Switch. Ik speel gewoon continu Pokémon, man. Het is gewoon, ja, zo even wie ik ben. Een van de dingen, als ik direct allemaal zie geweldig vind, vind ik Pokémon ook gewoon geweldig. Oh, oké. Ja, man, dat is mijn Pokémon trainer, man. Ik heb de league verslagen een paar keer, dus ik mag mezelf Pokémon trainer noemen. dus als je kijkt naar een... vergeet ik zijn naam nu eventjes. Michael Venom Page, met die... wat hij had gedaan toen hij... Gelukkig, man. toen dacht jij van, oh ja, man. Die moet ik onthouden. Gruwelijk. Ja, ik moet wel iets origineels verzinnen, maar dat is wel gruwelijk wat je hebt gedaan. Dope. Ja, man. Ja, je bent ineens eigenlijk voor ons in de MMA scene dan in 2020. Toen verscheen je ineens op de scene. Hiervoor was je ook een kickbokser, als ik het goed begrijp. Hoe ver ben je met het kickboksen gekomen? Ja, dus ik ben nog lang niet uitgesproken met kickboksen. Dus vanaf mijn 19e werd ik prof, of mijn 20e. Mm-hmm. En toen heb ik twee jaar continu gevochten. En toen ben ik er 1 jaar uit geweest. Ja. Maar de overstap naar MMA zat er altijd al in, omdat ik vond het altijd leuk. Ik vond altijd MMA vond ik leuk, want ik heb mijn eerste wedstrijd heb ik gedraaid voor Bob Schrijver. En dat is een MMA-school. Ja. Dus ik had altijd al een beetje dat MMA, vond ik altijd al tof. En toen wilde ik in 2019 mijn debuut maken. En MMA, maar door privéomstandigheden is dat helaas niet gelukt. Dus toen dacht ik, dan doen we het in 2021 meteen goed. Oké, nice. Dus, ja, maar als titels in kickboxen, nee, ik heb geen titels behaald of wat dan ook. Maar ik heb wel bij elke organisatie gevochten. Glory, Infusion, Line FC, KOK. Dus ik heb wel bij elke kickboxorganisatie wel een keer gevochten. Oké, dope. Dus dat zat er eigenlijk gewoon al in, want dat wilde ik dus eigenlijk ook vragen. Want je ziet nu inderdaad dat de jongens van Infusion, nu zelfs ook de Glory jongens, iedereen begint nu eigenlijk die switch naar MMA te maken. Bij jou zat het er dus al eerder in dat jij wist gewoon van, oké, ik ga die switch sowieso maken. Ja, en ik train altijd al met MMA-vechters. Ik wil, ik denk 2017... Toen werd ik gevraagd om in Zwitserland dat vechters te helpen, waaronder Volkan Özdemir en al die guys daar ook. En toen leerde ik al bijvoorbeeld dat sprawlen, dat zat er bij mij al in. Met Musashi sparren ben ik ook heel veel, en die shoot, takedowns, dat soort dingen. Dus dat sprawlen zat er al in, dat vond ik wel leuk. Gewoon ontsnappen, mijn spelletje doen. En toen zeiden hun al van, ja, waarom doe je niet MMA? Waarom ga je niet nu al MMA doen? Toen zei ik, nee, ik wil eerst een betere striker worden, voordat ik echt in het MMA in ga. Dus ik wil in kickbox gewoon veel beter worden. Maar ik deed altijd wel een lesje per week. Beetje grappelen, beetje rollen, beetje escape en dat soort dingen. Dat deed ik altijd al. Dus voor mij was die overstap, het was eigenlijk niet eens een overstap. Want ik was eigenlijk al stiekem al eigenlijk altijd bezig. Maar wat je zegt, je zit nu de laatste tijd, dus iedereen is MMA-vechter. Ja. Maar ik denk dat ze vroeg of laat wel door de mand vallen, denk ik. Want je kan cheat. Je kan niet cheaten. Dus kijk, hier het grapje met het staande werk is, je kan staan, kan je het winnen. Maar wat doe je nou als je op de grond komt? Je? Ja, precies. Dat is het. Ja, al een tijdje bezig, man. Ja, want je zegt net ook van, je bent ook nog niet klaar met kickboksen. Dus je bent ook weer van plan om alsnog weer ook te gaan kickboksen. Ja, zeker. Kijk, het is bij geluk bij ongeluk. Zoals met de corona en zo. Ik heb begin dit jaar heb ik wel gekickbokst. Heb ik 2 wedstrijden gekickboxd. Ik zou begin dit jaar, eind vorig jaar, begin dit jaar, zou ik eigenlijk MMA vechten. Maar ja, toen kwam lockdown en et cetera. En toen was alles weer klaar in Nederland. Toen hebben we nog in lockdown lopen trainen. Ja. En toen kwamen ze met een aanbieding van, hey, wil je in het buitenland vechten? En dacht ik, ja, we moeten wel bezig blijven. Dus heb ik kickboxpartijen gedraaid. Ja. En toen daarna werd alles een beetje gecanceld. En toen kon ik eigenlijk alleen maar MMA doen. Op kleinere gala's. Dus heb ik daarvoor gekozen om op kleinere gala's te gaan vechten. Tot eigenlijk nu zaterdag van mijn vijf maanden heb ik echt alleen maar MMA-partijen gedraaid in Nederland. Ja, klopt. Ja, maar
je begon je MMA, je zei net zelf ook, ja, je valt op de vand, door de mand als je niet weet wat je op de grond moet doen. Je MMA debuut, om het zo te zeggen, dat was toen bij Akira FC 2 tegen klopt. Carlo Vrolijke. Of nee, het was niet bij 2, het was volgens mij bij je eerdere. Maar je won die partij ook direct. Oh ja, dat was... Dik op submission. Ja, er stond submission, maar dat klopt niet. Dat is een foutje die ze hebben gemaakt. Nee, ik ben geen submission specialist. Ik won op TKO. Trap op zijn lichaam. Ah. Maar dat was wel, voor mij was dat een meet, dat was voor mij best wel een meetmoment, omdat die Carlo, ik zocht hem op en ik zag dat hij een judo-achtergrond had. En dacht ik, oh, weet je toch? Ja, ja. Dacht ik, dat is wel verspannend. Dat is wel verspannend. Maar voor mij was ook, ik had ook heel lang niet gevochten. Dus die partij duurde ook maar 3 minuten, omdat het amateur was in plaats van 5 minuten. Dus het was eerste ronde was even voor mij gaan aankijken. Ja. En Sprawl zat er gewoon dik in. Ja. Sprawl zat er gewoon dik in. Voor mij was het aankijken, maar je zag dat ik niet scherp was, maar ik had lang niet gevochten. Dus elke stoot zat er niet volop. Dus hij glipte er net door. Alles glipte er net door. En toen na de eerste ronde, toen zei ik tegen mijn trainer, ik zeg, ja, maar dit wordt hem. Toen zat ik er helemaal in. Toen dacht ik van, die roze rauze zat ik er ook in. En toen ging ik ook meteen aanzetten. Toen zag ik ook paniek in zijn ogen. En toen trapte ik op zijn lichaam en toen lag hij op de grond, maar ik loop weg. Toch? Met kickbox die loopt weg. Je trapt iemand neer. Ja, ik ga echt die tien tellen. Maar hij herstelde er niet van. Hij herstelde niet van. En toen zou ik eigenlijk een maand daarna nog een amateurpartij draaien. En toen kwam lockdown, man. In 2020 was dit, jong. En is dat ook de reden dat je daarom ook direct na die partij pro begon te vechten? Nee, want ik wilde eigenlijk nog 2 amateurpartijen draaien. Ik had met Volkan Oezemir gesproken. En die zei van, ja, pak zoveel mogelijk amateurpartijen. Maar ja, er was niks. Dus ik dacht ook van, op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, ik gooi mezelf gewoon in diepe en ik ga gewoon lekker pro vechten. Ja. En dat heb ik met mijn debuut, profdebuut, juli, was dat augustus? Ik weet het niet meer, man. Ik denk in juli, volgens mij juli, september, augustus. Ja, juli was tegen, was ook, ik zou eigenlijk een rematch doen tegen Carlo Vrolijke. Ja. Want Carlo Vrolijke zou ik een rematch doen. Want hoezo zou je eigenlijk... Ja, die is geblesseerd. Okay. Die is nog steeds geblesseerd. Die zei dat hij toen 2 maanden later zou kunnen vechten en... Nou, 2 maanden later kwam, maar toen was hij nog steeds geblesseerd. Dus ja, ik weet niet in hoeverre hij geblesseerd was. Maar hoezo wilde je eigenlijk direct... Want je had dus je amateurpartij tegen hem gehad. Hoezo wilde hij dan direct je pro-partij, direct al een rematch? Nou, ik had begrepen van de promotor dus dat hij om een rematch vroeg. Dus hij vroeg om een rematch. Hij wil nog een keer vechten. Okay. Dus ik dacht van... Ja, ik zeg nooit nee. Dus hij zegt, ja, die jongen, die Carlo Vrolijke, die wil wat... Er waren niet veel jongens in mijn gewichtsklasse in Nederland. Zijn niet zoveel uit heavyweights. Ja. Dus hij zei van, wil je niet tegen hem vechten? Dus ik zeg, oh ja, joh, dat wordt nog makkelijker dan. Ik zeg, de blueprint was er al. Dus en toen had hij volgens mij 2 weken van tevoren had hij gecanceld. En ja, toen ging Satie zoeken. Ja. Zoeken. En er waren echt nog meer afzeggingen. Ik ga ook geen namen noemen, maar er waren heel veel afzeggingen. Mm-hmm. Toen kwam je met een Poolse gast, 124 kilo. Ja, dat is echt een grote gast was dat, ja. Ja, maar dat was wel eventjes. En die had ook recent gevochten, dus die had niet echt last van ringroest. Die had volgens mij een maandje van tevoren nog gevochten. Maar ja, dus dat, ja, man. Ja, want je bent begonnen dus in juli als een pro, om het zo te zeggen. En nu zijn we al gewoon 3 KO's verder en ben je 3-0 als een pro-MMA-vechter. Je laatste gevecht, om het even daarover te hebben, want je vocht tegen Stanislav Romanov bij Next Generation Romanov, Warriors. Dat was wel even spannend, man. Ik moet wel zeggen, van wat ik kon zien van die stream, het was niet echt super duidelijk wat ik heb gezien. Maar het leek alsof hij een knock-out had. Wat gebeurde er daadwerkelijk? Nee. Kijk, nee. Want dat is een beetje de juiste angle. En dan heb je leuk beeldmateriaal. Nou, kijk, wat er gebeurde, heel simpel. De partij begint. Ja. Ik heb volgens mij met iedereen gewet. Ik zeg, luister, hij gaat 1 stoot gooien en meteen takedown, direct. Dat gaat hij direct doen, geloof mij. Ja. Dat heeft hij gedaan. Hij probeerde hem eens naar de grond te krijgen, maar ik had gelukkig een week van tevoren iets nieuws geleerd. Hoe je de takedown beter kan defenden, dus dat ging goed.
Maar hoeveel, ik ben heel fel als ik vecht. Dus ik blokkeer hem en ik spring er meteen op. Want ja. Ik wil hem gewoon pijn doen. Mm-hmm. En toen kwam hij weer. En toen sprong ik. En toen zat hij zichzelf te verdedigen. En toen sloeg ik hem. Boom, boom. Van onder, van boven. Maar ik dacht, ik ga mezelf leegslaan. Ik heb een week van tevoren lag ik in het ziekenhuis. Maar ik had heel veel last van mijn nieren. Mm. En toen ben ik 3 dagen in het ziekenhuis gegaan. En we wilden eigenlijk die partij cancelen. Omdat het eigenlijk, ja, weet je, voor mij, ik werd best onzeker. Omdat ik 3 dagen training eigenlijk heb gemist in mijn laatste week. Dus ik dacht van, ja, fuck, weet je. Misschien niet vechten. Want steeds als ik ging aanzetten tijdens training, kreeg ik gewoon krampen en pijn dat ik niet de training kon voorzetten. Oh. Dus die dag voel ik hem ook. Mm. In de ochtend. En ik zeg tegen mijn cornerman, die had me meegehad. Ik zeg tegen hem, niet tegen mijn trainers zeggen. Want dan gaan ze zeggen van, joh, moet je misschien niet vechten. Ja. Ja, dus maar hoe ik bovenop hem zit, want ik sta, is best wel groot. Volgens mij is hij 100 plus kilo. En ik ben 3,94. En ik hou hem vast. Bam, bam, bam. En ik denk, oh shit. Dus ik sta op. Ik denk, ik ga gewoon opstaan. Weet je, sta maar op. Ik ga gewoon staan weer vechten. Ja. Staan geef ik hem ook weer pak slaag. Papap, hij komt weer. Ik sprawl weer, ik verdedig. Maar dan maak ik gewoon een fout die ik eigenlijk nooit maak. En dat is, ik ben bijvoorbeeld een tijdje al geblesseerd aan mijn linkervoet. En ik gebruik hem niet veel. Omdat hij is al gekneusd in zijn maat, dus ik gebruik hem niet veel. Dus ik dacht, ik ga een beetje aantikken met de trap. Maar ik tik die trap aan, maar echt stom, die stasie heeft niet veel. Dus ik doe gewoon letterlijk rustig mijn benen omhoog. Maar terwijl ik mijn benen omhoog doe, krijg ik eigenlijk een stoot. Dus ik ben uit balans. Dat is wat er gebeurt. Maar ja, weet toch, van achter, van dingen. Ze lijken, oh nee, hij is aan. Ja, dus ik lig op de grond, hij komt. En ik defend hem een beetje. En hij komt bovenop en hij krijgt ground and pound. Maar mijn trainer roept me van, je weet toch, gewoon omhoog gooien. Ja. Maar terwijl hij op mij zit, ik zweer het broer zonder grap. Ik voel hem zo hard trekken. Ik denk, niet nu toch. Ik dacht, ik ga toch niet zo verliezen toch. Dat is precies wat ik hem over. Ik dacht, ik ga toch niet verliezen omdat ik nu last heb. Dus ik hou vast, ik kijk naar de scheids zegt laat wat zien, ik geef hem mijn hoek, papap. Ik vraag gewoon naar mijn hoek tijdens die wedstrijd, hoeveel seconden nog? Ja, want ik dacht, ga ik gewoon uitzitten. Ja. Ik ga gewoon uitzitten, nou, hij zegt 20 seconden nog, oké, blok. Nou, het is niet dat hij was niet zo gevaarlijk, ik ga met 1 elleboog. Mm-hmm. Dus ik dacht, is goed, ik blokkeer. Nou, is goed, we komen de ronde terug, ik haal diep adem. Ik ben weer zen en toen zat ik erin. En toen dacht ik van, nou, dit nonchalante bullshit. Mijn trainer zei ook, dit nonchalante bullshit eruit halen. En die cornerman van me zegt ook, hij zegt, broer, je moet Vegeta gaan. Gewoon nu Vegeta gaan, simpel. Nou, ik zweer, die partij begint. Ik fake hem, ik doe een jab, bam. Hij wil shooten. Ik vang hem op met de opstoot, hij gaat naar de zijkant. Maar toen dacht ik van, nu ga ik niet dezelfde fout maken. Stapte ik terug, had ik mijn handen hoog. Ik dacht, ga niet blind erin. Ja, en toen ging ik hem gewoon uitkleden, man. Lichaam, hoofd, knieën, lichaam, hoofd. En ja, op een gegeven moment verdedigde hij zichzelf niet meer. En toen, ja, heb je zelf gezien. Was de partij klaar. Ja, oké. Okay, nee. Dus, ik heb in ieder geval mensen waar voor hun geld geven. Ik heb mensen voor hun geld. Iedereen ging zeuren. Ja, 20 seconden. Ik zeg, nou hier. Nee, dat is waar. Ik zeg, meer dan 1 ronde. Want van waar ik keek, je kijkt en het is dan echt een heen en weer gevecht. Dat je denkt van, oh, wat gebeurt hier? En dan ineens, kom je in ground and pound. Dan denk je, oh my god, hij heeft overleefd van... hoe ga je het dan de volgende ronde doen en dan kom je zo terug. Maar al die kleine details wat jij zegt, ook dat je ook de corner vraagt, je weet toch ook gewoon reageert op de scheids. Al die dingen die zag je en hoorde je natuurlijk niet op die stream, want het was best wel van een afstandje. Dus het enige wat je zag is jou neergaan en een ground and pound en dan denk je echt van, hè? Oké, dit is dus... Maar... ben je al eerder gewoon ook met kickboksen in je carrière in zo'n situatie geweest dat je denkt van oké, dit kan nu fout gaan? Ik had niet echt idee. Kijk, in deze partij had ik niet echt idee dat het fout kon gaan, omdat ik best wel bekende regels wel in MMA, dus ik weet nou hoeveel stoten onbeantwoord, dan ben je weg. Mm-hmm. En ik zat hem ook uit. Dus ik hield hem vast. Ik zat gewoon de tijd uit. Ik bedoel, dat heb ik zo vaak met trainen gedaan. Als ik tegen een submission specialist zit, haal ik hem gewoon vast. En dan kijk ik naar de tijd en zie ik nog 20 seconden. En dan weet ik, volgende ronde beginnen we staan. Dus dat was precies dit. Maar of ik in een... Ja, ik ben wel eens neergegaan. Ik heb 8 tellen gehad. Het is niet knock-out, maar wel echt 8 tellen in een wedstrijd gehad. Dat ik hem kreeg. En ik dacht van... Dan ging ik neer. Ja. En dan stond ik op. En dan ging ik weer, bam, ging ik weer. Dan stond ik weer op, dus ik begon. Zoals die man raakte me zat, die tegenstander. Dan ben ik het opnieuw naar voren kwam.
Maar ik heb niet echt dat ik in de wedstrijd denk van, oh nee man, dit is de laatste jaren van, ik denk, oh nee man, dit is wel heftig. Ik heb wel altijd volledig controle, want je moet in controle blijven. Maakt niet uit hoe ver je achter staat, je moet in controle blijven. Het moment dat je paniek gaat krijgen, is het moment dat je een partij gaat verliezen. Ik denk nooit aan verliezen. Elke partij win ik. Lig ik op de grond, ik win nog steeds. Want ik had zelfs een punt aftrek gekregen in de eerste ronde. Dus ik dacht al, tweede ronde moet hij knock-out. Of hij moet nu knock-out, of hij moet tweede ronde knock-out. Dus ik ben zo zeker van mijn zaak, dat ik zo vecht ik ook. Ik neem alles, ik neem mijn hele en heb en houden mee. En ik ga niet verliezen, snap je? Dus dat die paniekmomentjes heb ik niet. Ik heb geen paniekmomentjes. Oké. Zo verlies je partij in mijn ogen. Nee, ik hoorde toen je vertelde over een paar partijen, dat je ook zegt van, oké, in de break weet je ook gewoon die reset te vinden, even diepe adem in, uit, en we staan weer bij nul, let's go. En tot nu toe heeft het ook voor je gewerkt. Ja, zeker. We hopen het gewoon, we gaan het ook gewoon doen van elke wedstrijd. Ja. Ik ga altijd uit van 3 rondes, snap je? Mm-hmm. Ik ga altijd uit van 3 rondes. Ik denk nooit van, oh, dit is een walk in the park of dit is makkelijk, wat dan ook. Daar train ik niet voor, want dan zou ik eigenlijk niet moeten trainen. Ja. Als ik maar voor 20 seconden train, zou ik eigenlijk nooit moeten trainen. 20 seconden aanzetten kan iedereen. Maar dat is de mindset, man. Gewoon knallen. Want kijk, je vecht light heavyweight, maar je hebt, even denken, 2 partijen. Ik heb 3 heavyweights. Drie heavyweight partijen. Dus eigenlijk is je MMA-carrière nu heavyweight, om het zo te zeggen. Maar hoezo dat je dan naar heavyweight bent gegaan? Of ga je ook heen en weer? Of hoe moet ik dat zien? In Nederland is er dus geen aanbod. Er zijn een aantal jongens tegen wie ik zou vechten. Maar ze kennen ze allemaal gewoon. Over, dus die is geblesseerd, of die is dit, die is dat, die is dit, die is dat. En ik zou eens tegen die Arya zou ik vechten. Nou, ik weet dat Arya een light heavyweight is. Dat weet ik. Dus we spreken die partij op light heavyweight af. Die wilde het niet. Die wil op 97 vechten. Dat is best wel een raar gewicht. Het is gewoon zwaar gewicht. Maar die cancel dan. En die zegt... die cancel dan ook 2 weken van tevoren. En die komt met Stas bijvoorbeeld. Yeah. En dat is ook 97 kilo. Dus het wordt de hele tijd gecanceld. Kijk, ik deel natuurlijk niet alles wat wordt gecanceld. Maar het liefst vecht ik op light heavyweight. Snap je? Want nu vecht ik alleen maar tegen zwaar gewichten. En de eerste 2 jongens waren op 124 en 120. Snap je? Dus ik vecht helemaal... En Stas is ook zwaar. Stas is ook 100 plus. Snap je? Stas is ook 100 plus. Dus ik vecht alleen maar tegen zwaar gewicht. Ik moet mezelf laten zien tegen een... Ik laat al zien hoe sterk ik ben tegen een zwaargewicht. Nu wil ik mezelf laten zien hoe sterk ik ben tegen een licht zwaargewicht. Yeah. Dat ik echt laat zien van, is levels to the shit. Mm-hmm. Want als je het eigenlijk zo bekijkt, ik loop op 93 rond. En heel veel boys met wie ik train die middleweight zijn, die zijn ook 93 kilo. Dus ik ben gewoon een middleweight die zwaargewicht neerslaat. Dat is eigenlijk hoe je het kan, hoe je het eigenlijk kan zeggen. Gewoon een soort van Melvin Manhoef. Nee, gewoon een momin. Gewoon een momin. Oké, maar je loopt ook rond op 3,9, dus je hoeft ook niet te cutten dan als je gaat op light heavyweight. Nee man, totaal niet juist. Totaal niet. En dat is nu, ik had nu met mijn trainer, ik kan nu met mijn trainers erover, met mijn krachttrainer, met mijn kickboxtrainer, met mijn staande trainer. En zei ook, dat is eigenlijk voor het eerst dat we eigenlijk moeten wegen, eigenlijk, dat we echt op gewicht moeten zijn. Want ik moet 93 wegen aankomen, dus vrijdag. Ja. Dat is eigenlijk voor het eerst dat we eigenlijk weer op gewicht moeten zijn. Dus dan ga je een klein beetje opletten en denk je van, dat vind ik even geen Oreo deze week. Even goed eten. Ja, man. Ja, want je bent zelf ook een personal trainer. En er komt ineens in mijn hoofd, want ik keek net toevallig een video van Tyson Fury. Die vertelde dat hij zegt van, als je gewoon een biertje wil drinken tijdens je trainingscamp, moet je dat gewoon kunnen doen. Want je relaxed. Ja, vind ik ook. Want je relaxed. En nu zeg je Oreo-koekje. Wat is jouw train of thought daarin? Want normaal gaat een personal trainer gaat nooit tegen je zeggen, weet je wat, neem maar eventjes een Twix en een KitKat. Maar ik ben sowieso, kijk, hoe ik lesgeef, ik reflecteer best wel veel mezelf. Mm-hmm. En ik weet als jij bijvoorbeeld nooit strak hebt gegeten in je leven, dus echt maaltijdbakjes, 3 maaltijdbakjes per dag, 5. Als jij dat nog nooit hebt gedaan, en jij moet het in 1 keer doen, dat is fucking moeilijk. Dus wat doe ik altijd met mensen? Implementeer ik ook met mezelf. Dus ik cut de kleine dingetjes eruit. Dus brood vervang ik door verkoren brood. Ik gebruik geen olijfolie. Ik gebruik koolzaadolie als ik bak. Ik gebruik geen zout. Ik gebruik zeezout. Dus ik drink wat meer water.
En af en toe kan een cheat day erbij hebben, maar je moet wel de arbeid ervoor verrichten. Als je niet de arbeid ervoor verricht, dan kan je geen cheat day hebben, man. Nee, klopt. Ik train 2 keer per dag, dus als ik bijvoorbeeld met mijn vrouw burgers wil gaan eten op zondag, ga ik burgers eten. Ja. Ik doe dat niet elke week, maar als ik dat wil gaan doen, dan kan ik dat doen. Ik kan me dat permitteren omdat ik 2 keer per dag train. Ja, klopt. Dus wat Tyson Fury zegt, ja, daar sta ik eigenlijk helemaal achter. Ik vind ook gewoon van, doe het. Soms heb je gewoon die ontlading even nodig, man. Ja. Soms heb je even een ontlading nodig. En dan pas besef je van, ah shit, ik had het eigenlijk niet moeten doen, want mijn lichaam kan het niet hebben. Dus je hebt het nodig. Dat is toch yin en yang. Een reality check. Ja, man. Ja, okay. Je volgende partij die staat, zoals je het net ook al zei, deze is vrijdag is het evenement, hè? Vrijdag wegen zaterdag vechten, man. Vrijdag wegen zaterdag vechten. Je zou eigenlijk komen te staan tegenover Cedric Lushima. Ja, klopt. Of tenminste, dat stond er eerst. Hè. Ineens had je een nieuwe tegenstander, maar er is nooit eigenlijk bekendgemaakt wat er precies is gebeurd voor die opponent switch. Weet jij wat daar gebeurd is? Ja, het was voor mij meerdere factoren, want nu is bijvoorbeeld geen publiek. Ja. Nu is het alleen maar een livestream. Niet veel vechters gaan daar akkoord mee. Mm-hmm. Want je moet ook een deel van je huis natuurlijk inleveren, wat meer dan logisch is. Mm-hmm. Die Leo Pla had een tegenstander is. Mm-hmm. Die is ziek geworden. Dat is toevallig mijn gewichtsklasse. En toen zeiden ze van, zou je niet tegen Leo Pla en mijn maaggevecht willen vechten? Dus ik zei, ja, even nadenken. Even, weet je toch? Mm-hmm. Ik zeg, ik moet het even overleggen natuurlijk met het team. En ik had eigenlijk nog geen akkoord gehad van Cedric, heet hij? Cedric? Of ja. Hij wel wilde vechten. Oh, want okay. ze waren nog steeds een beetje... ze vonden het een beetje moeilijk, toch? Mm-hmm. Zonder publiek, met een gage. Dus ik was eigenlijk toen daarmee bezig. Ik, ja, als jij nog niks zegt, ja, dan ga ik al naar de volgende stap. Want Leo Plak zou al komen. En toen keek ik naar Leo Plak en zag ik, ja, hij heeft 20 aan mijn maatpartij gedraaid. Dacht ik, hey, dat is wel... Dat is weer leuk voor mijn shadow. Je weet ook, mijn Pokémon trainer. Ik moet ze allemaal vangen. Dat is leuk voor mijn Pokédex. Ja, want dus ze hebben eigenlijk vroegtijdig gewoon die poster release. Daar komt het eigenlijk neer. Het stond nog niet helemaal vast eigenlijk. Ja, klopt. Dat gebeurt vaker. Ik heb heel veel posters gezien waar ik eigenlijk niet op heb gevochten. Maar dat is meestal wat er gebeurt. Maar ja, Leo Pla, ja, ik dacht, ja, waarom niet? Het is ook nog steeds 5 rondes. Want ik zei, het is voor de Benelux-titel gaan. En dit is voor Intercontinental title. Ja. Ik weet het niet, maar het is in ieder geval een belt. Ja, want dit is eigenlijk ook een... Kijk, die Cedric Lushima, die is zeker ook een up-and-coming talent uit België. Hij had ook voor die IMMAF had hij gevochten als amateur. Is zo'n amateur-toernooi. Dus die was ook best up-and-coming. Maar dit is wel echt een hele andere switch. Zoals je zegt, deze man die heeft echt een dikke MMA-record. Niet alleen dat, hij heeft ook een kickbox-record. Hij heeft een bare-knuckle boxing Hij heeft ook een bare-knuckle-record. Ja, dat is echt een knokker. Hè? Dus ik denk dat hij bij alles denk 40 partijen heeft of zo. Ja. En die Cedric, ik heb wel begrepen van Satis dat hij die partij volgend jaar wil realiseren. Ik denk dat het ook leuk is als er gewoon publiek bij mag. En mm-hmm. Die Leo, ja, wat interessant is aan die Leo is dat hij gewoon zoveel ervaring heeft. Dus ik vind dat het leuk om te meten met iemand anders die veel ervaring heeft. Mm-hmm. Dus is een heel andere koek, want Cedric staat rechts voor, deze man staat links voor. Cedric houdt van worstelen, deze man houdt van knokken. Dus ja, dat is het verschil. Maar wat verwacht je van deze gazelle? Want dit lijkt me echt met respect, een cycle. Ja man, ja, klopt. Daar hou ik wel van. Ik hou wel van gasten als ze komen, dat had die Stas ook. Van, kom maar, we gaan vechten. Daar hou ik wel van. Dan denk ik ook van, ja, is goed, dan heb ik er ook meer zin in. En als ik naar zijn wedstrijden kijk, die man is ook van, kom maar. Als je bare-knuckle doet, is er sowieso iets niet goed hier. Ja. Snap je? Dus ik denk dat hij gewoon echt naar voren komt. Want ik zag ook zijn kickboxpartij. Ik denk dat die man 100 low kicks had weggegeten. Voordat hij op knock-out won. Maar hij laat wel zien dat hij gewoon vechterstart heeft. En dat hij echt heel graag, wat hij heel graag wil. Ja. Dat vind ik wel fijn. Want dan kan ik echt meten, snap je? Ja. Nee, als je deze sowieso wint, dan
daar is het echt een perfect jaar voor je geweest. Je bent dan 4-0, je bent dan de Fight Club Den Haag Intercontinental Champion. Je zegt net dat er ook misschien een kans is dat die Cedric dan gerescheduled kan worden voor de volgende keer. Die vecht op dezelfde avond tegen je oude tegenstander Romanov. Voor de... Ja, dat zag ik. Ja. Dat zag ik. Wat ik wel grappig vond, nu wil Stas wel naar 93 kilo, maar tegen mij wilde hij niet naar 93 kilo. Dat vind ik wel grappig. Het is op 93, dat heb ik even niet goed gezien. Ja, dus nu wil vecht hij wel 93, maar tegen mij wilde hij niet op 93. Oké. Ja, maar zie jij dat zitten om tegen de winnaar dan te vechten bij het volgende evenement? Want dan kan je eigenlijk een soort van belts gaan unifyen, om het zo te zeggen. Ik kijk natuurlijk, ik weet niet wat volgend jaar brengt. Ik weet niet wat deze partij naar deze partij brengt. Dus ik kijk ook niet verder dan Leo Pla. Het is leuk dat er, het is leuk, ze vechten waarschijnlijk voor mij, dus dan zal ik wel zien wie wint. Maar ik focus weer nog op Leo Pla en dan kijk ik mijn hoofd, dan ga ik even relaxen en dan ga ik nadenken van oké, tegen wie willen we begin volgend jaar vechten. Maar ik denk volgend jaar zal genoeg brengen. Volgend jaar zal echt genoeg brengen qua wedstrijden. Ja. Hopelijk. Koop het. Want is het ook iets van, je zegt net wel, je kijkt maar tot Leo Pla, maar is het wel dat je wel op de grotere organisaties zou willen vechten in Nederland? Of heb je ook iets van, hierna wil ik zo buiten Nederland kijken? Want zoals je zelf zegt, maakt eigenlijk niet uit op welke organisatie je vecht. Fight Club Den Haag versus LFL, WFL. Het is dezelfde pool. Het is dezelfde pool waar ze heavyweights verhalen. Ja. Ja, het maakt voor mij maakt het niet zozeer uit. Want ik wil, daarom vecht ik ook bij Fight Club Den Haag. Om lekker gewoon mijn ervaring op te doen. En gewoon de nodige partijen te draaien. Ook de nodige record te bouwen. Dus het zal mij echt niet uitmaken waar ik vecht. Alles is bij jou in de tuin of wat dan ook. Zolang maar alles wordt geregistreerd en et cetera. Ga ik gewoon vechten, snap je? Ja. Maar natuurlijk, het doel is om in een grote organisatie te komen. Daar gewoon kampioen te worden. Dus mijn long term. Mijn short term is gewoon, nu winnen van iedereen. En dan mijn close, dus nog korter dan dat, is nu van Leo Pla winnen. Want als ik niet van Leo Pla win, dan kan je niet verder kijken. Want ik ga sowieso van hem winnen, 100%. Maar dat is wel hoe ik denk, hoe ik wel daarin sta. Dus ook gewoon, natuurlijk, iedereen wil UFC kampioen worden. Maar je moet er heel veel voor gaan laten. En je moet echt binnenkomen. Je moet niet als een vloek binnenkomen. Je moet het binnenkomen als echt van, ik ga echt iedereen de tering inslaan. Ja, nou, dat is natuurlijk wat we gaan doen. Dat is ook iets wat ik zelf toentertijd ook had gehoord van Stefan Struve, ex-UFC-vechter. Die ken je waarschijnlijk ook als je ook bij een schrijver hebt. Natuurlijk. Die zei ook tegen me, dat herken ik nu ook in wat jij zegt, en dat is van, wat je moet doen is winnen. En blijven winnen en blijven vechten. En dat is iets wat hij ook zei van, in Nederland gaat het anders, want mensen willen vaak een strategie hebben van, hoe kom ik bij de UFC? Hij zei, hij kwam net nog uit de tijd voordat UFC de big thing was. En toen was het gewoon overal knokken. En toen stond hij tegen de juiste gasten. En toen had de UFC het gezien en had iets van, deze gast moeten we hebben. Ze komen vroeg of laat toch aankloppen. Ik bedoel, je kan alles bijhouden op Sherdog en Tapology. En de grap is, ik heb bijvoorbeeld naar deze partij, naar die laatste partij, werd ik al benaderd door grotere partijen en grote agencies. Dus vroeg of laat, je vecht jezelf sowieso in de kijkers, 100%. Dus ik vind gewoon, je moet gewoon goed trainen, goed team hebben en gewoon geduld hebben. Je moet niet te snel willen gaan. Ja, je kan met twee partijen, kan je overal binnenkomen. Dus bij elke organisatie kan je binnenkomen, een beetje goed management. Maar heb je dan niet wel de juiste ervaring of ben je dan te vroeg? Dus heb je dan te vroeg, dat wil je niet. Je wil niet daar staan en dan... Ja, man, ik kan toevallig iemand staan knock-out slaan. Maar als hij een worstelaar is, dan heb ik 100% verloren. Dat wil je niet. Dus dat proberen we allemaal te coveren. Ik bedoel, ik tap elke training nog, hoor. Ja. 100%. Snap je? 100%. Dus zolang dat zo gaat, gaan we gewoon rustig ons record bouwen. En het is een ding, hè. Het is een race, hè. Het is geen sprint. Ja. Snap je? Het is een marathon. Het is een marathon, het is geen sprint. Je kan gaan sprinten, maar dan brand je sneller op. Dat is niet nodig. Dus gewoon genoeg ervaring op doen. Zelfs om me staan blijf ik werken. Ik ben zelfs een betere kickbokser dit jaar geworden. Ja. Behalve MMA-vechter, snap je? Dus je moet wel in alles wel blijven werken, denk ik. Ja.
Nee, dat is, ja, dat is goed te horen dat die mentality erin zit. Het is in ieder geval dit jaar goed gegaan. We gaan deze zaterdag zien als dit jaar perfect gaat, is gegaan. In ieder geval wil ik je sowieso bedanken voor je tijd. Sowieso heel veel succes. Voor iedereen, de tickets die zijn, je kan het live, kan je het streamen. De tickets die zijn online verkrijgbaar. Kunnen ze bij jou tickets halen? Waar moeten ze tickets halen? Ik denk dat er een livestream is, maar via of Fight Club Den Haag of Akira Live, nog wat zoiets. Ik denk dat, ik weet niet hoe het heet, maar ik zal het waarschijnlijk gewoon delen in mijn story, dus het komt wel goed. Oké, ja, dus ook op de website gaan we die link gewoon zetten, dat je je livestream ticket kan halen. Dus laat de mensen nog eventjes weten waar ze jou kunnen vinden, je Instagram, je Facebook, wat ze van jou kunnen verwachten 4 december. Ik ben Momin, ik heet op Instagram Momin Official, 4 december... Ga ik iemand knock-out slaan, dus ga die shit checken. Volg mij, ik ga het met jullie delen en tot snel. Is goed, man. Hey, thanks voor je tijd, man. En succes. Thanks, man. Is Dank je wel voor de uitnodiging, man. Geen probleem. Later. Dankjewel, Mohammed, voor je tijd ook. Gruwelijk om al deze stories te horen. Je kan op de website sowieso kijken om te zien waar je de online stream tickets kan kopen voor deze partij. Nog iemand die op dezelfde kaart bij Akira FC 4 gaat vechten, is zijn vorige tegenstander, Stanislav Romanov. Nou, dames en heren, we hebben nog een debutant voor de podcast. Dit is een van de weinige heavyweights die in Nederland vecht. Voordat we gaan beginnen, hoe gaat het, man? Ja, gaat goed, man. Dankjewel dat je even de tijd neemt voor mij. Gaat heel goed. Voel me goed. Maar sterk. Thanks. Ja, geen probleem, man. Elke keer als we een gast hebben die voor de eerste keer op de podcast is, vragen we altijd als ze zichzelf even willen voorstellen. Dus kan je even vertellen wie je bent, wat je doet? Alles. Ik kan zeker. Ja, zoveel mogelijk. Ik ben Stas Romanov, 34 jaar oud. Ik woon in Almere. Ik train en vecht vanuit de wereldberoemde Mike's Gym in Amsterdam. Wie kent het niet? Wie kent het niet? En daar ben ik, ik denk al een jaartje of 10 aan het trainen. Met heel veel bekende jongens. Ik vecht en train vanaf mijn 7e. Zoals ik al zei, ik ben 34. Dus eigenlijk de overgrote gedeelte van mijn leven doe ik dit. Ja. Met nog steeds heel veel plezier. En ik heb een eigen bedrijf. Ik heb een meerdere ondernemingen eigenlijk. Mm-hmm. Maar datgene waar ik het meest trots op ben is mijn personal training studio in Almere. Dus die maak ik even bekend. De rest is niet zo interessant, vind ik zelf. Okay, dus je bent al eventjes bezig in de vechtsport vanaf je 7e, zeg je. Waarmee ben je begonnen dan? Ik ben begonnen in de voormalige Sovjet-Unie toen de tijd. Ik ben een Nederlander met migratieachtergrond, zoals dat mooi gezegd wordt. Ik kom uit de voormalige Sovjet-Unie. En daar ben ik begonnen op mijn 7e met kickboksen. Okay. En dat ging ook nog van oudsher met de harde hand. Ik weet nog, als 7-jarige jongetje moesten we nog leren wat opdrukken was. Maar daar hadden we eigenlijk geen tijd voor, want de trainer die liep met zo'n touwspring-dingetje van leer. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe dat voelt op je rug, als je het niet goed deed. Oh jee. Dus zo kwamen wij met vechtsport in aanraking. Oh shit. En heb je en is dat toen ook heb je daardoor ook wedstrijden gevochten zo jong, of was dat pas laat op latere leeftijd? Ja, vrij snel ging je wel wedstrijden vechten. Eerst clubwedstrijden. Mm-hmm. En als gauw genoeg kwamen ook andere clubjes langs. En dat gaf natuurlijk extra drive en motivatie. Om harder te trainen. Dus ja, vanaf mijn 7e doe ik ook al kickboxwedstrijden. Nice. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam dan? Toen ik naar Nederland kwam was ik bijna 10.
laten we zeggen, 9 jaar en 10 maanden plus minus. Ah, oké. Dus je zit voor de grootste tijd, zit je gewoon in Nederland? Ik ben hier opgegroeid. Ja. Ik ben hier getogen, kan je zeggen. Geboren kan ik niet zeggen, maar getogen toch wel een beetje. Ja. Hoe is MMA dan op je pad gekomen? Want je zegt dat je bent begonnen met kickboksen. Ja, MMA is eigenlijk op mijn pad gekomen doordat ik ook ging judoën. Vanuit mijn opleiding ging ik judoën. En daar ben ik een beetje tot bruine band gekomen in de judo. En dat vond ik heel erg leuk, dat aspect van worstelen. Weet je, daar is niks... Het is heel echt, worstelen is heel echt. Worstelen is niet gespeeld, worstelen is gewoon twee mannen en eentje op zijn rug. En zo echt is dat. En de combinatie tussen kickbox en MMA, of worstelen, ja, dat op een gegeven moment dacht ik van die dingen die wil ik combineren. Want ik vind niet dat ik alleen een standenvechter ben. Ik wil meer. Ik wil ook door kunnen gaan wanneer het standen ophoudt. Ja. En wanneer houdt dat op? Is wanneer één van de twee belandt op de grond. En dat vond ik zo jammer altijd. Want dan moet je wachten totdat hij weer omhoog komt. Ja, en nu hoeft dat niet meer. MMA hoeft dat niet meer. Ja. En hoe oud was je toen je begon met MMA? MMA. Ik denk een jaartje of 10 geleden. Het is eigenlijk wel een best wel een grappig verhaal. Een van mijn trainers, Niels van Oort. Yeah. Best wel een bekende naam in de vechtscene in Europa. Ja. Dat was een van mijn eerste tegenstanders bij de M1 Global. dus hij met al zijn ervaring. En ik kwam net in de MMA scene kijken. En dat was eigenlijk te vroeg voor mij. Dat was gewoon, weet je, dat is gewoon... Je gaat zwemmen in een zwembad met een haai. En jij bent net dat Nemo-fische die heeft leren. Die wedstrijd heeft helaas niet door kunnen gaan. Maar na een aantal jaar zijn onze paden weer gekruist met Niels. En nu is hij mijn trainer. En ik zie hem eerlijk gezegd liever ook in die rol als mijn trainer, als mijn tegenstander. Ja. Ja, maar... Dus dat heb ik wel goed gedaan, vind ik. Maar hoe zijn jullie paden dan gekruist? Want hij, voor zover ik weet, trainde hij altijd bij Schrijber in Beverwijk. Ja. Jij in de Mike's Gym in Amsterdam, hoe is dat bij elkaar gekomen dan? Ja, het is toch waarschijnlijk een klein wereldje. Vooral hier in Nederland is MMA nog niet daar waar ik zou willen of hopen. En ik denk met mij heel veel andere jongens waar MMA zou moeten staan. Het groeit overigens wel heel hard. Alleen niet hard genoeg anders dan in de Verenigde Staten of Rusland. Ja. Maar hij trainde zo ook af en toe in Mike's Gym. En daar troffen we elkaar. Een paar keer en na 1 of 2 keer met hem geworsteld te hebben, kwam ik er toch snel achter. Ik dacht van, deze man kan ik heel veel leren. Uh-huh. Maar ook echt heel veel. Dus ik stel me natuurlijk zo op van, sensei, uh-huh. als jij tijd voor me hebt, ik heel graag. Yeah. En Niels is gewoon een hele leuke, sympathieke jongen. En dat was eigenlijk helemaal geen probleem gelijk. Dus zodoende, ook met hem. Ja. Nou, was hij ook erbij vanaf het begin van je carrière? Of hij is later pas je trainer geworden? Ik heb een aantal wedstrijden gedraaid waarbij hij nog niet heel erg actief de rol nam als headcoach. Okay. Er waren eerst een aantal andere trainers vanuit Mike's Gym. Ja. Maar al gauw genoeg, overigens, Mike's Gym is een hele goede kickboxschool, een van de beste in de wereld, dat weet iedereen. Ja. Ik bedoel, de beste jongens lopen daar rond of komen daar naartoe om hun wapens beter te maken dan dat ze al waren. En dat kan bij Mike's Gym. Alleen, als we praten over MMA,
dan heb je echt jongens nodig zoals Niels. En ja, ik ben naar een paar wedstrijden geweest met mannen die heel goed zijn in stand. Mm-hmm. En dus echt stand-up game. Yeah. En dat kwam ik elke keer tekort. In al die wedstrijden die ik had gedraaid, kwam ik dat tekort en verloor ik op de grond. Mm. En dat frustreerde mij natuurlijk heel erg. Aan stand was ik top. Yeah. Maar ja, we komen op de grond en dan denk ik van, ja, wat doe ik hier? en dan verlies je. Want dat is MMA. Een split second is genoeg voor je tegenstander om door te hebben van, hey, jij bent niet scherp, pap. En je bent in een armklem of een beenklem, nekklem, whatever. Yeah. En je zit vast. Mm. En dan de enige uitweg is gewoon tappen. En ik wil niet meer tappen. Of ik wilde niet meer tappen. Ik denk, dat gaat er gewoon niet worden. Dat is gewoon, dat is oneervol verliezen in mijn optiek. Samurai stijl. Dus, samurai stijl. Ja, toch? Je weet het, hè? Ja. Ik ben ook nog een beetje lieuw. Oh, oké, dope. Ja, dus we willen niet verliezen. Maar en op een gegeven moment kwam Niels erbij en dan ging met hem worstelen. En overigens moet ik niet alleen Niels credits geven. We hebben ook nog Arya Sheikh. Yeah. En die man is ook wereldtop worstelaar. Judoka. Hij heeft zoveel prijzen op zijn naam. En die man die heb ik ook heel veel knuffeluren doorgebracht op de grond. Als ik het zo mag uitdrukken. En daar ben ik ook heel erg van gaan groeien. Dus wat ik zei. Een van mijn partijen die ik had gewonnen, World Fighting League, hadden jullie mij ook geïnterviewd, geloof ik. Ja. En toen zei ik ook iets in de kooi. Ik zei van, als je met dit soort jongens worstelt, dan lijkt het elke keer alsof je een kleutertje bent en zij zijn meester in you. Zo had ik het uitgedrukt in al die emotie. Cool. Maar volgens mij begreep iedereen mij wel. Maar op een gegeven moment ga je dan dus met iemand anders worstelen of vechten. En dan denk je van, hey, ik heb dingen geleerd. Mm-hmm. Ik kan veel meer. En dat komt natuurlijk omdat je constant opbokst tegen gasten die heel goed zijn. Mm-hmm. Dus eigenlijk boven jouw niveau. En daar probeer je tegenaan te hikken. Yeah. En daardoor groeien. En dat is wat mij een beetje aan het overkomen is. Ja, want je bent al een tijdje bezig met de sport. Sowieso vanaf 7 jaar al. Voor wat wij online bij Tapology zien dan, was je professioneel MMA begonnen sinds 2018. Maar eergisteren postte je iets echt interessants op je Instagram. En het was iets dat je zei van, je fight record die toont niet wat je ambitie is die je voor de sport hebt. En dat soort dingen die fascineren me echt, want je fight record die is nu 2-6. Maar waar komt je ambitie dan vandaan? Wat is die drive dan om door te blijven vechten? Ja, weet je, inderdaad, ik heb het gepost. Het was niet emotioneel, het was heel goed doordacht wat ik postte daar. Mm-hmm. Je kunt jezelf heel snel gedemotiveerd laten voelen, laten raken door cijfers. Mm-hmm. En je denkt van, weet je, dat is hem gewoon niet. Je kijkt om je heen, je hebt jongens 10-0, je hebt jongens 3-0, je hebt jongens 5-6, 7-0. En jij staat daar met je 6-2 en dan in de min. Ja. Maar aan de andere kant denk ik van, ik ben gelijk begonnen in de pro. Ik heb eigenlijk de amateurpartij heb ik allemaal overgeslagen. Dus al die partijen die ik heb verloren, heb ik niet het gevoel dat ik ze had moeten verliezen. Mm-hmm. Ik heb ze niet verloren van hier, van binnen. Mm-hmm. Ik heb ze verloren door tekort aan techniek. Door tekort aan misschien trainingsuren. Door tekort aan amateurpartij die ik eigenlijk niet heb kunnen draaien. Omdat ik gelijk de pro inging. Mm-hmm. En daarom heb ik ook gepost van, ja, die MMA-record die ik heb, die pro-MMA-record die ik heb, is ik loop er niet voor weg. Hè? Dat is absoluut niet. En daarom, ik accepteer hem zoals hij is. De partij die ik heb verloren, heb ik verloren. En de partij die ik heb gewonnen, heb ik gewonnen. Ik loop er niet voor weg. Maar ik weet dat er meer in zit. Mm-hmm. Ik weet dat dit de aanlooppartijen zijn naar datgene wat ik eigenlijk kan en wil laten zien. Mm-hmm. Dit zijn die trainingsuren. Dit zijn eigenlijk de amateurpartijen die ik nooit heb gehad. Yeah. En die ik heb moeten draaien. Digesten.
Ja. En ja, weet je, en ik heb het gelijk op groot podium gedaan. Ik heb me gelijk heel erg blootgesteld en kwetsbaar opgesteld van dit is het, weet je. Ik ga gewoon gelijk voor de leeuwen. En ja. win ik en verlies ik. Mm-hmm. Ik ben nooit een partij uit de weg gegaan. Ik heb nooit nee gezegd tegen een partij. Dus alles wat mij aangeboden is, altijd heb ik altijd ja gezegd. Ja, heel veel andere jongens die ik ken, die zouden dan gelijk zeggen van nee, man, deze gozer komt niet goed uit voor mijn record. Mm-hmm. Ik ben dat niet. Ja. Ik ben gewoon, ga met die banaan en we zien het wel. Weet je? Ja, ja, kijk, je zegt net ook iets en we hebben het er heel vaak op de podcast ook met andere vechters over. En dat is, ik zelf denk dat in Nederlandse MMA-niveau lager is dan in de wereld, is omdat vechters heel snel pro willen gaan. Niemand neemt echt de tijd om te developen in het amateurcircuit, maar die is er eigenlijk ook niet, om eerlijk te zijn. Net als bijvoorbeeld met kickboksen, waar je gewoon als een nieuweling, C-klas, B-klasse, A-klasse, het duurt een hele tijd voordat je aan de top bent. Dus wanneer je eindelijk aan de top bent in het kickboksen, dan ben je ook echt een ervaren vechter. Wat was jouw reden dan geweest dat je zei, ik ga na één partij gewoon al pro? Ja, kijk, je moet het zo zien. Het komt weer vanuit Mike's gym. Je zit in het circuit van Mike's gym. Je zit met al die... Ik vind dat altijd een mooi voorbeeld. Je zit met al die haaien om je heen. Iedereen zwemt om je heen. Iedereen neemt een hapje uit jou. Mm-hmm. Op een gegeven moment ga je hapjes terugnemen. En dan ga je je sterk voelen. En dan ga je ook denken van, hey, ik kan dit. En dan komt er iets op je pad. Dan wordt er jou iets aangeboden. Maar omdat je al ready bent... En je hoeft niet ready te worden. Ja. Dat is ook volgens mij een hele mooie uitspraak van Mike. Hij zegt, we stay ready so we don't have to get ready. Mm. En vanuit dat perspectief opereer je gewoon. Je bent gewoon ready en het maakt niet uit. Weet je, voor mijn kickboxpartij heb ik ook heel veel partijen naar het buitenland geweest. Mm-hmm. Vocht ik ook tegen gasten waarvan je denkt van, shit man, dat zijn gewoon wereldtoppers die tegen wie vecht. En toch sloegen ze me er niet uit. Yeah. En ik wil niet zeggen dat ik altijd won, maar ze sloegen me er niet uit. En dat bouwt wel een beetje een soort van power op. Waarvan je gaat denken van, hey, luister, het maakt me niet uit tegenover wie ik word gezet. Ja. Die man die heeft ook twee benen en twee armen. Hij kan mij niks doen wat onmenselijk is. Ja. En dan denk ik dat heel veel van die jongens... dan eigenlijk dat hele amateur ding overslaan en gelijk doorgaan naar pro. Mm-hmm. Ik denk dat dat het is. Ja, het is jammer, want er valt eigenlijk zoveel meer uit te halen. Zeker met het talent en de kennis die er in Nederland is. Als gewoon het kickboksysteem wordt overgezet op het MMA, geloof ik dat er echt beesten eruit komen. Dat geloof ik ook. Maar dat jij vecht ook heavyweight. Dus elke klap is daar ook echt super dangerous. Die is niet, ja. Gelukkig bezit ik zelf ook zo'n goede stoot. Ja. Maar wat je zegt, het kan elke seconde veranderen. Het is anders dan bij die jongens in die lichtgewichtjes. Mm-hmm. Ze slopen elkaar. Conditioneel zijn het ook beesten. Mm-hmm. En als je ziet hoeveel klappen er over en weer vallen. Maar schade is relatief beperkt. Mm-hmm. De gasten gaan niet heel snel KO. En in mijn gewichtsklasse, en dan ben ik een van de lichtere zwaargewichten. Mm-hmm. Want ik zit onder de 100. En ik vecht met gasten regelmatig die boven de 120 zitten. Dus er is wel degelijk een groot gewichtsverschil. Ja, als daar zo'n vrachtwagen op je afkomt en die weet je niet op tijd te ontwijken, ja, dan wordt het wel een vervelend verhaal. Ja, klopt. Maar ja, jij hebt ze ook uitgedeeld. Je vocht toen we je ook hadden geïnterviewd bij Wilfell MMA 6. En toen gaf jij die stoot. Voordat je die partij vocht, was er volgens mij een jaar of twee of drie dat je niet meer gevochten had. Was dat een bewuste stop? Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Weet je, naast dat je een vechter bent, heb je ook een leven, heb je ook een gezin, heb je ook de noodzaak om gewoon geld te verdienen en voor je gezin te zorgen.
En je bent niet altijd in de luxe positie om te zeggen van, ja, ik ben nu gewoon vechter en meer niet. En dat is het. Mm-hmm. Dus ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Je zorgen, je plichten, die moet je gewoon zien te waarmaken. En wanneer je daarmee het een en ander goed doet, krijg je weer een beetje vanuit je gezin een beetje groen licht om weer iets te mogen doen voor jezelf. Ja. en dan komen we al uit bij MMA. Hè? Ja. Ja, nou, die pauze was blijkbaar nodig, want je winde gewoon direct met de KO. Dat moet waarschijnlijk gewoon zo'n gigantische opluchting zijn geweest van ook een confirmation dat je wel aan het groeien bent, om het zo te zeggen. Ja man, absoluut. Deze overwinning was heel erg lang verwacht en ik wilde dit zo graag. En als ik terugga naar het gevoel van hoe ik daar toen stond, mm-hmm. en de emotie die bij mij loskwam. En weet je, dat ik ook nog respectvol omging met mijn tegenstander, wat ik in het verleden wel eens anders deed en emotioneel was. En een beetje dat stratmentaliteit af en toe meenam de kooi in. En wat ik toch wel geleerd heb in de loop der jaren, dat is het niet. Ja. Er is een stukje sport en er is een stukje respect. En ik heb geleerd dat zoveel belangrijker is om dat ook uit te stralen richting die nieuwe jongens die iets willen. Ja. Wie wij misschien met 1 of 2 of 3 of wellicht nog 10 partijen lopen te inspireren. Mm-hmm. En dat ze juist goede dingen doen. Ja. In plaats van laten zien wie het grootste mond heeft. Ja, want als je praat nu over respect, dat float direct perfect in mijn volgende vraag. Want na je WFL-partij vocht je bij Versus MMA. Je vocht tegen een trainingspartner van Cyril Gane. Daar was niet heel veel respect te zien vanuit zijn kant. Partij liep niet zoals je wilde, maar wat kan je even vertellen gewoon vanuit jouw perspectief? Van wat gebeurde er allemaal? Ja, het is, we hadden een gameplan voor die jongen. We hebben zijn filmpjes bekeken wat er zichtbaar was op YouTube en wat we wisten over Cyril Gane en zijn trainingspartners. Mm-hmm. En we zagen dat die jongen een bokser was. Hij is van huis uit is het gewoon een bokser, dus hij heeft gewoon een goede stand-up game wat betreft het handenwerk. Mm-hmm. Dus ja, dat is mooi aan MMA. Wanneer je weet dat iemand sterk is met boksen, dan ga je hem niet laten boksen. Mm-hmm. Als je weet dat iemand heel goed worstelt, dan ga je hem niet laten worstelen. Yeah. En dat is het mooie dat we elke keer toepassen. En mijn opdracht was heel simpel. Vanuit mijn coach zeiden van, dit hoeft niet een mooie partij te worden. Mm-hmm. Laten we zorgen dat die man gewoon heel erg gefrustreerd raakt. En volgens mij lukte dat ook aardig. Ja, zet hem vast tegen die kooi. Ja. Zet hem vast tegen die kooi. En ook daar was wel een redelijk gewichtsverschil vanuit zijn kant richting mij. Nogmaals, ik ben een van de lichtere heavyweights en hij gaat wel richting de iets zwaardere, denk ik. Ik weet precies hoeveel verschil, maar ik denk een kilootje of 15 toch zeker wel. Mm-hmm. En ik zette hem vast en ik maakte één foutje. Ik probeerde hem te vroeg naar beneden te trekken en het enige wat hij hoefde te doen is bovenop mij gaan liggen. Dus we vielen. En nou ja, hij deed zijn dingetje. Maar ik had redelijk controle. Heel lang verhaal, heel kort te maken. We stonden op. Althans, ik dacht dat we op gingen staan. En hij trapte 1 of 2 keer naar mijn hoofd. Terwijl ja, ik nog steeds knieën op de grond had. Armen op de grond. Of handen op de grond. Daarmee heeft hij zichzelf eigenlijk verpest. Maar dat was voor mij nog niet de aanleiding om te zeggen, ik wil niet vechten. Mm-hmm. Ik denk dat het ergens misgegaan is tussen hem en de scheidsrechter. Want daar probeerde hij ook iets mee te doen. Tenminste, wat mij daarbij... als je aan scheidsrechters begint te zitten. Als je niet eens bent met de regels. Ja, weet je, dan kan ik daar... Ik wilde wel. Maar ja, hij had het al zodanig verpest voor zichzelf en voor mij. Dat er gewoon geen kans meer was op die. Plus, ik draag lenzen. Oké. Hij trapte zo dat mijn lens heel erg vervelend zat ergens in mijn oog. Ai. Ja. Wacht. Oh.
Je beeld valt weg. Weigen. Even kijken. Ja, beeld. Ja. Yes, sorry. Ja, je wordt tussendoor gebeld. Ja. Dus ik zag met één oog zag ik heel, heel slecht. Ik had sowieso wel even tijd nodig om die lens eruit te peuteren. Mm-hmm. En weer netjes recht te zetten. De doktoren namen dat ook eventjes op zichzelf. En ik ben blij dat ik daar verder geen grote schade aan heb overgehouden of iets dergelijks. Mm-hmm. Respect vanuit zijn kant. Ik denk dat hij nog een onervaren jongen is. Mm-hmm. En dat hij zijn emoties niet kon bedwingen. Dat hij dacht dat hij misschien in een straatgevecht beland was. En dat het doden of gedood worden. Mm-hmm. En dat moet je denk ik toch loszien van ik word de hele tijd gebeld. Loszien van het sportieve. Ja. En wil je iets neerzetten waarbij wanneer je dat zegt, want dat is misschien wel een mooi bruggetje die ik dan zelf wil maken tijdens jouw interview. Wil je iets moois maken waarbij je als vechter trots bent om te zeggen in een omgeving van niet-vechters, ik doe dat, en er trots op zijn, dan moeten we daar met z'n allen aan werken. Ja. Om er een positieve vibe aan te geven, in plaats van dat ik soms in een omgeving waarvan zij mij kennen als vader en als man en als iemand met een bedrijf, et cetera, ik zeg niet gelijk tegen iedereen van ik doe ook nog vechtsport. Mm. Want heel veel mensen hebben zo'n vechtsport, doe je dan? En dan krijg je... En dan moet je ook nog zeggen kooi vechten. Ja, dat gaat... Of ze zijn jou voor, dan zeggen ze van... Oh, als het maar niet dan in zo'n kooi is. En dan denk je van, oh jee. Ja, zeggen ja, nou ja, nee, ja. Snap je? En om dat ding te doorbreken... Ja. Heb je gewoon jongens nodig die elke beslissing van een scheidsrechter gelijk eren en respecteren. Ja. En tegenstanders in plaats van schelden, spugen, met dingen gooien, kooien invliegen met z'n allen. Als iemand heeft gewonnen, even daar naartoe lopen, knuffel geven. Want uiteindelijk staan wij daar met z'n tweeën. Wij hebben allebei getraind. Ja. En onze trainers, onze omgeving, iedereen is daar. Zodat wij met z'n twee dat kunnen doen. Ja. En dan is het ook aan ons om er te zorgen dat het stukje respect en over en weer goede energie, daar begint het, denk ik. Ja. En als je dat uit, dan denk ik dat je heel veel andere mensen ook op een positieve manier gaat beïnvloeden. Ja, het is jammer dat dat zo moest gaan. Heb jij hem zelf nog gesproken backstage? Of, Ja. Haroun was heel erg bang dat het mis zou gaan. Hij zei, alsjeblieft niks doen. Hè? Ik zeg, vriend, we gaan niks doen. Ik zeg, wij zijn ontspannen. En hoe dan ook, die man die uit Frankrijk, die was in een hele grote meerderheid dat ik daar was vertegenwoordigd. Oh ja? Okay. Hij had half Parijs meegenomen. Ik zie dat de man op 30 stond. Ja. En hij had op een gegeven moment, kwam er zo'n gast binnen. Ja, het is niet normaal. Die man die met zijn hoofd tegen het plafond aan. Ik keek zo recht omhoog. Ik denk, maar als deze man zo meteen los gaat, dan moet ik al mijn skills gebruiken om te overleven. Maar nee, ze kwamen binnen en die trainer die verontschuldigde zich. Ja. En hij zei, ja, sorry, dit was niet de bedoeling. En en die jongen die kwam binnen. Ik ben heel slecht van, ik ben zijn naam wel even vergeten. Maar hij kwam binnen en sorry in zijn beste Engels. Okay. Had wel zijn excuses. Hij kwam niet veel verder dan. Ja, precies. Okay. En ik zei van ja, ik begrijp het wel, het kan gebeuren. Zeg maar, probeer voor de volgende keer te beseffen, ook richting andere vechters, andere organisaties, dat dit het niet is. Ja. Zo gaat dat niet, weet je. Ja. En dus toch nog redelijk gesproken nadien. En ik denk dat we het wel ergens goed hebben afgesloten. Ik zei nog zoiets van, als jij ooit nog een keertje wat wil, ik zeg, ik loop daar niet voor weg. Mm. Zeg maar dan wel gewoon op een normale manier in een kooi. En volgens mij schudde hij ja, dus ik denk dat hij ook wel positief is. Dus wie weet wat daar al ooit nog een keer van gaat komen. Oké,
Ja, je weet maar nooit. Eventjes dit interview doorsturen naar Haroon. Haroon. Waarom niet? Gaan hem wel sowieso doorsturen. Ja, nee, maar het is niet de manier hoe je wilde winnen. Maar het is alsnog een win. En ineens had je twee wins achter elkaar. En was je ook weer niet te stoppen, want je vocht gewoon, volgens mij was het minder dan 30 dagen later tegen Mohamed Amine bij Next Generation Warriors. Ik heb Mohamed ook gesproken daarover, ook op de podcast. En ik zei ook tegen hem, nou, het beeld was best wel van ver van die kooi. Dus ik kon niet veel zien of begrijpen wat er precies gebeurde. Maar het leek erop, hij ging ineens neer. Jij gaf een stoot, hij ging neer en je was aan het ground and pounden. Wat ging er allemaal toen in jouw hoofd om? Ja, ik sloeg hem aan. Ik sloeg hem duidelijk aan. Hij viel echt achterover. Je zag zijn benen omhoog vliegen. En kijk, dat is MMA. Wanneer je dat ziet, dan ruik je bloed. We schakelen over van respect naar bloed. Maar wel op een sportieve manier met een jongen die daar ook heel erg voor traint. En dat was mijn kans. Ja. Ik ging er bovenop. En ik had hem zodanig goed klem gezet dat hij er niet meer uit zou komen. Hij zou op geen enkele manier zou hij er nog uit kunnen komen. Anders dan dat de scheidsrechter ertussen zou komen. Of dat de bel ging. Nou ja, de tweede heeft hem dus gered. Ja. Ik maakte de fout in deze partij door te ground and pounden. Maar alles te geven. Ja, je hebt gered. Omdat ik gaf gewoon alles. En ik sloeg mezelf helemaal leeg. Had ik wel een paar keer het gevoel van de scheidsrechter gaat nu ingrijpen, want dan komen nu heel veel stoten doorheen, van mij richting hem. Zelfs een paar ellebogen daarna. Weet je, achteraf de koe in de kont kijken, is een mooi gezegde. Had ik een paar tussenpauzes moeten zetten, waar ik nu heel erg veel op train. Is van, voel je het aankomen? Boom, even rust. Weet je, ademhalen. Bam, 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 bam. Boom. Voel je het aankomen? Weer even rust. Ja. Weet je, ik had ook zoveel klemmen kunnen zetten bij Mohamed. Die jongen is geen grondvechter. En weet je, als ik hem terugspoel, denk ik van, dit hadden we ook kunnen doen. Weet je, met mijn trainers ook. Dus we balen wel ergens met z'n allen. Maar aan de andere kant, goed, hij heeft gewonnen. Daar is niks meer aan te doen. Ja. Behalve dat ik wel daarna nog de ringen opliep. Toen hij zijn speech gaf en ik zei, Mohamed, ik eis van jou, vriend, een revenge. we gaan dit wel nog een keer. We're gonna run it back, zei ik tegen hem. Nou, hij zei ja, dus ik mag daarop. Ja, het is sowieso, kijk, op die scene, heavyweight, light heavyweight, is het niet echt super diep, om het zo te zeggen. Dus jullie kunnen elkaar heel makkelijk weer tegenkomen. En dat is eigenlijk deze zaterdag met je volgende gevecht, zijn jullie letterlijk op dezelfde kaart. Om het nog mooier te maken, vecht jij tegen zijn oude tegenstander, om het zo te zeggen. Tegen degene waar hij hiervoor gematcht is. Beide hebben jullie ook titelgevechten. Maar wat weet jij van je nu tegenstander dan? Ik heb een aantal filmpjes van hem gezien, waarbij hij zowel stand zijn dingetje doet. Mm-hmm. Dus hij weet redelijk afstand te bewaren. Mm-hmm. Hij vecht niet als een losgeslagen trainingspartner van Steel Gun. Hij is behouden, hij is rustig. Ik heb hem ook een paar takedowns zien doen. Dat betekent ook dat hij de grond kent. Of dan wel meer wil leren kennen. Ik heb hem ook een beetje op de grond zien werken. Dus ik denk dat het een beetje een allround jongen is. Ja. Wat eigenlijk een mooie MMA-partij belooft te worden. Mm-hmm. Want het wordt niet eentonig. Ja. Dat gevoel heb ik heel erg.
Ik denk dat dit een jongen is, wanneer hij op de grond komt, dat hij ook wel skills heeft om op te staan. Mm-hmm. Waarbij je echt richting het full MMA gaat. Ja. En dat zijn de mooiste partijen, ook in mijn optiek. En dit is ook een partij die wordt gehouden voor de Europese titel van Fight Club Den Haag. Hoezo op een light heavyweight ook? Hoezo de beslissing om naar light heavyweight te gaan? Ik ben al wat ik zeg een vrij licht zwaar gewicht. Mm-hmm. Ten aanzien van veel andere jongens. Dat heeft een reden. Ik vind het ook gewoon mooi om met blokjes rond te lopen. Dan met zo'n grote buik. Dus dan ben je sowieso al iets lichter dan de rest. Tegen Mo Amin vocht ik op 97 en dit was 93. Ja. Dus de vraag die kwam bij mij en zei van, wat vind je ervan? Ik zeg, het is een uitdaging. Het is een uitdaging niet alleen om daar gewoon te staan en te vechten met die jongen, maar ook gewoon om even te weightcutten. Mm. Om ook even dat mentale stukje, dat aspect even te benaderen van, hoe ging het ook alweer om nu gewoon echt even op te letten. Mm-hmm. En te zorgen dat je dat gewicht houdt. Ja. We zijn al aardig op weg, we zijn er nog niet helemaal. Maar we hebben nog tot zaterdag. Dus zodoende, ja, ik ben in die zin ook heel erg gemotiveerd om dat stukje gewicht ook gewoon in orde te krijgen. Voor de feit. Je weet, als jij die titel wint, hij die titel wint, dan kan je misschien een title unification match daar na creëren. En dan heb je alsnog de rematch. Dat is wat ik wil. Dat is wat ik wil. Ik hoop dat hij luistert of dat hij gaat luisteren. Dat is precies wat ik wil. Oké, ik weet bijna 100% zeker dat hij ook gaat luisteren hierna. Heel goed. Wat zei je? Ik weet, de meeste vechters als ze gevecht hebben staan, is dat natuurlijk de eerste eindpunt voor hun. Maar je bent nu super actief geweest. Dit jaar. Wil je deze momentum aanhouden in 2022? Ja, kijk, weet je. Boven alles is alles in de handen van onze schepper. Hè? En als ik gezond mag zijn, als ik dat lichaam mag hebben wat ik nu heb, waarbij ik vrijwel blessurevrij ben, al die wedstrijden. Al die partijen, al die korte partijen achter elkaar, die trainingen, zware trainingen. Ben ik gezegend. Ik ben gezegend met zo'n lichaam wat heel veel druk aan kan en weinig happeringen geeft. Ja. Als dat zo is en ik kan mijn gezin en ik kan de steun van mijn gezin daarbij krijgen. Mm-hmm. Dat zij mij accepteren en blijf accepteren als die papa met een hobby. en de man met een hobby. Want ja, dat is wel een heel belangrijk ding wat ik dat nog even wil zeggen is. Mm-hmm. Soms vergeten wij in al die mooie momenten, in al die euforie, vergeten we wat dat doet met onze omgeving. Mm-hmm. En wat dat met hun doet. En als ik terugblik naar al die partijen en mijn vrouw die dan ringside zit en zij mij soms niet in al te mooie positie ziet, zo zou je partner niet graag willen zien onderop iemand, bloed, weet je, gebroken neus, gescheurde wenkbrauwen, dat soort dingen. Mm-hmm. Heel veel respect voor hun, voor al die vrouwen en mannen die hun partner steunen. En ik hoop dat ze dat ook vooral blijven doen, want ja, jongens die vechten, ik, anderen, die kunnen waarschijnlijk gewoon niet op een andere manier, want dat blijft gewoon roepen. Dat is dat oer geschreeuw van binnen dat je dat wil doen en doe je dat niet, voel je gewoon heel erg ongelukkig op een of andere manier. Mm-hmm. Met al die mooie dingen om je heen voel je toch niet dat je volmaakt bent en dat maakt jou heel. Ja, nou, dat is mooi gezegd, man. Perfect. Ja. Nou, perfecter kunnen we dat niet afronden. Ik zou dat zeggen van, ja, sowieso thanks voor je tijd en heel veel succes dit weekend.
En laat iedereen sowieso nog weten, waar kunnen ze je online vinden? Socials, Facebook, Instagram. En wat kunnen ze van jou verwachten dit weekend? Ja, je kan me sowieso volgen op @RomanovFamilyLions. En je hoort het al, mijn achternaam. En dan de familie met de leeuwen. Ik ben een grote fan van de leeuwen. Ook weer terugblikken naar mezelf. Ik ben niet de sterkste, ik ben niet de snelste, ik ben niet de slimste. Maar wat is datgene wat een leeuw maakt? En dat is zijn mentaliteit. En dat vind ik ook, de mentaliteit. We never give up, we never back down. En we gaan gewoon geen enkele obstakel uit de weg. We vliegen hem gewoon aan. En geeft het je angst, dan moet je hem juist aanvliegen. Ja. Snap je? Alleen dat geeft je het gevoel dat je echt daadwerkelijk leeft en alles eruit haalt uit het leven. Ja. Even kijken. Het is pay-per-view, geloof ik. Aanstaande zaterdag. Dus dat kan gevonden worden op Fight Club Den Haag. Akira, nog iets. Zeg ik dat allemaal goed? Ja, jij weet het misschien nog iets beter dan ik. Wij gaan het sowieso ook op de site zetten. Maar ik weet ook, soms geven ze ook zelf een link aan de vechter zelf of zo. Of dat je jullie naam kan gebruiken. Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Maar wij zullen zelf ook een link zetten natuurlijk. Ja. Perfect man, perfect. Hey, dankjewel voor jullie steun man. En bedankt dat jullie ons vechters in dit kleine kikkerlandje blijven steunen. Wij hebben jullie nodig. Ik denk nog harder dan dat jullie ons nodig hebben. En blijf goed werk doen, man. Blijf promoten. En laten we samen dit naar een next level tillen. Dat is de hele bedoeling, man. Nederland is inderdaad een klein landje. Maar we hebben grote vechters en goede vechters. En het is tijd dat mensen weten wat wij allemaal hebben in ons land. Oes, mooi, man. Mooi gezegd. Wij zullen ook niet stoppen. We blijven doorgaan. Juist. Let's get it. Ja, man. Hey, is goed. Nogmaals succes dit weekend. En we houden sowieso contact. Oes, man. Thanks. Dankjewel. Is cool, man. Later. Yo, doei, doei. Dankjewel, Romanov, voor het komen en je tijd. Je bent al de hele tijd bezig in de business, weten wij ook. Het is mooi om te zien wat die motivatie hierachter is. Gewoon om door te blijven gaan en de positiviteit. Die nemen wij graag van je over. Jullie allemaal bedankt voor het kijken of luisteren naar deze podcast. We gaan proberen meer consistency hierin te regelen. Ook eventjes big up naar mijn man Josh, die er niet bij kon zijn helaas. Die is pas weer papa geworden, dus zodra die weer tijd heeft, is die er natuurlijk weer bij. Voor de rest zijn we te vinden ook nog op Spotify, op Apple Podcasts, op Google Podcasts, noem maar. We zijn overal verkrijgbaar. Abonneer je, like, deel. Laten we deze shit big as fuck maken, want deze boys hebben de grootste platform nodig die er is. Omdat ze allemaal bazen zijn. In ieder geval, tot de volgende keer. Later!